Oké, lieve mensen. Les 8, de laatste les van de basiscursus. En wat ik heb geprobeerd in de afgelopen lessen, en deze les is eigenlijk een beetje een soort van samenvatting van het geheel. En wat je dus eigenlijk ziet is dat we een basis hebben proberen te leggen. Dat is het. We zijn natuurlijk vanwege de tijdsbestek ook niet heel diep op zaken kunnen ingaan. Maar ik hoop dat het in ieder geval tot nu toe een basis heeft gelegd. Misschien wat nuances heeft aangebracht in je eigen leven met Christus. Ik had net even nog met Marco erover. Dit is de laatste les. Dus wat we gewend zijn te doen is dat mensen die hun huiswerk hebben ingeleverd en je hebt dat naar behoren gedaan, dat je dan ook een certificaat ontvangt. En meestal werd dat gekoppeld voorheen, maar in deze coronatijd is een beetje anders natuurlijk, dat we dan een soort terugkomdag hadden waarin we de certificaten uitreikten en waarin we ook soms bepaalde onduidelijkheden of dingen die tijdens de hele cursus naar voren kwamen, dat we die dan nog met elkaar bespreken. Nou, ik weet niet hoe we dat nu even gaan doen. Maar ik zag dat er nog heel veel mensen nog geen huiswerk hebben ingeleverd. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar het is voor met name voor degenen die het wel hebben gedaan, vind ik het wel zo correct om dan ook in ieder geval een certificaat ook te overhandigen. En misschien doen we dat online, moeten we even kijken. En dat we dan misschien ook nog bepaalde dingen die terugkwamen uit de antwoorden nog met elkaar kunnen bespreken. Maar dat zal dan, ik denk, ja, ik wil iedereen nog even de tijd geven. Dus laten we het even houden over 2 maanden. Dat we dan ongeveer die terugkomdag CQ online meeting, moet even kijken hoe we dat gaan doen, dat we die dan plannen. En dan kunnen we deze cursus ook volledig afronden. Ja, dus dat is even voor wat betreft de huishoudelijke kant van de zaak. Nou, les 8, daar gaan we mee starten. En even kijken, werkt dit goed? Ja. Deze laatste les staat in het teken van voorspoed, goddelijke voorspoed. Leven en bewegen in goddelijke voorspoed, zou zij het kunnen noemen. En voorspoed of succes, dat in sommige christelijke kringen heeft dat vaak een beetje een naar nasmaakje. We zijn allemaal bekend natuurlijk met de voorspoedevangelie, bepaalde kringen waarin ze heel sterk dat benadrukken. Het gevolg is dat je dus ook kan krijgen dat je het kind met het badwater weggooit. Dat mensen denken van ja, nee, ik wil niks horen over succes en over voorspoed, over geld en al dat soort dingen, want dat leidt alleen maar af van Christus. Maar ik denk dat we moeten kijken wat de Bijbel erover zegt. Ik ben helemaal eens, er zijn natuurlijk kringen waarin dat enorm misbruikt wordt. En waarin het eigenlijk een beetje lijkt als de Farizeeërs in de tijd van Jezus, dat ze hun geestelijke positie misbruikten om geld te verwerven, om macht te verwerven. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een deel uitmaakt van Gods plan. En daar gaan we het vandaag eens even over hebben, over hoe je kunt leven in die goddelijke voorspoed zoals God het werkelijk ook bedoeld heeft. Nou, ik geloof zelf dat dat succes, voorspoed, is niks anders dan je doel bereiken. Dat is, als je kijkt naar wat de woordenboek ook van zegt, dat heeft heel veel te maken met je doelen bereiken. Datgene wat je hebt voorgenomen, dat je daarin slaagt en dat je daar succesvol in bent. Nou, we weten allemaal dat zonde is je doel missen. Zonde is dus niet zozeer alleen maar een reeks van slechte dingen die je doet. Nee, de basisgedachte van zonde is dat je je doel mist. Dus datgene waar God je voor gemaakt heeft, dat doel wat hij met je voor ogen had, dat mis je. En dat kunnen op allerlei manieren. En dat is zonde. Hè, dus als ik een lekker ijsje heb en ik zit ervan te genieten, maar ik let even niet op en het ijsje valt op de grond, dan zeggen we allemaal, oh, dat is zonde. Hoe komt dat? Omdat het heeft zijn doel gemist. De bedoeling was dat het ijsje in mijn mond zou gaan en dat ik ervan zou genieten, maar in plaats dat het in mijn mond verdween, viel het op de grond en dan zeg je, dat is zonde. Nou, de zonde heeft alles te maken met je doel missen. Succes en voorspoed heeft dus alles te maken met je doel bereiken, oftewel zondeloos wandelen. Dat is eigenlijk waar je over praat.
Dus als we praten over goddelijke voorspoed of goddelijk succes vanuit het perspectief van God gezien, dan praat je dat je volledig tot vervulling komt van zijn doel met je leven. Dat is waar we over praten. En dan gaat het dus niet alleen maar over, heb je voldoende geld of voldoende macht of roem of erkenning. Daar gaat het dan niet over. Het gaat veel meer datgene waar God je voor geroepen hebt, dat doel, kan je dat volledig tot vervulling laten komen in je leven. Nou, als je kijkt in de grondteksten van de Bijbel, dan zie je bijvoorbeeld dat zowel in het Grieks als in het Hebreeuws dat voorspoed, succes, dat zijn wel twee verschillende woorden die gebruikt worden. Bijvoorbeeld, je ziet dat sakal, dat is een woord in het Hebreeuws wat staat voor verstandig, maar het staat ook voor voorspoed, vernuftig zijn, grote kundigheid tonen. Dus dat zit allemaal in diezelfde lijn. En je hebt ook een ander woord voor voorspoed. En dat is salach. En dat betekent ook zoiets als voorspoedig zijn of vaardig zijn of gedijen, gelukkig zijn. Dus het valt allemaal in diezelfde categorie. Nou, deze beide grondteksten, grondwoorden in het Oude Testament, die komen bijvoorbeeld samen in één tekst in de Bijbel. En die staat in Joshua 1 vers 8. Jullie allemaal wel bekend, denk ik. En jullie kunnen het goed zien, denk ik. Nou, hier staat het volgende. Dit zijn dus de woorden van God richting Joshua toen hij het moest overnemen van Mozes. En dan zegt hij, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. Dan heb je dat weer, dat doel bereiken. Succesvol zijn. En gij zult voorspoedig zijn. Zie je, dus beide woorden, sakal en salach, die komen dus in deze tekst voor. Dus je ziet dat het Gods wens is, Gods bedoeling altijd is geweest dat we voorspoedig zouden zijn, dat we succesvol zouden zijn, dat datgene waar we voor gemaakt zijn, datgene waar we voor geboren zijn, dat we dat doel ook zouden bereiken. En dat is logisch, hè? Ik bedoel, als je kinderen hebt en je ziet dat ze bepaalde talenten hebben, dan wil je ook niet anders dan dat ze daarin zullen uitblinken en dat ze hun doelen zullen bereiken. En je vindt het zonde, je vindt het jammer als ze een hele andere weg kiezen. Dus het is heel logisch. Het hart van de Vader wil niet anders dan dat jij en ik volledig tot ons doel komen, tot datgene waar we voor gemaakt zijn. En je ziet dus in deze tekst ook dat God dat ook tegen Joshua zei. En er zitten wat voorwaarden aan. Het is onder andere dat je dus dag en nacht dat woord overpeinst. Dus dat je gefocust bent op Jezus. Dat je focus is. En op het moment dat je dwars door het leven heen, en wat er ook gebeurt in je leven, continu je focus hebt op Jezus. Hè? Er staat, het mag niet wijken uit je mond. Dus die woorden, die belofte van God, de belofte van Jezus, dat je die continu voor ogen houdt. En dat je nauwgezet overeenkomstig naar handelt, dan zul je dus je doel bereiken, je zult succesvol zijn. Dat is de belofte die God dus hier ook heel duidelijk aan koppelt. Nou, de vraag die je vaak krijgt van mensen is dat ze, ja, wil God dat nou werkelijk? Hè? Ik ken kringen waarin mensen geloven dat ziekte en allerlei rampspoed, dat soms de wil van God kan zijn om je een les te leren, om op je hoger plan te krijgen. Maar dat is niet echt wat de Bijbel ons leert. De Bijbel laat duidelijk zien dat God zijn wil is dat het ons goed gaat en dat we voorspoedig zullen zijn. En dat God alles doet medewerken ten goede, dat geloof ik wel. Want dat zegt de Bijbel. Dus dat er kwade dagen kunnen zijn in ons leven, maar dat God dat zal keren ten goede, dat is ook wat ik geloof. Maar ons houvast moet zijn in het focussen op Jezus. In, op hem gericht te zijn in alles. En dan zal daarin ook onze overwinning liggen. En daarin zal ook ons succes liggen. En hoe de tegenstand ook is en hoe moeilijk het ook kan gaan in het leven, dat daar uiteindelijk zal God dat gebruiken om je op een hoger plan te krijgen. Nou, kijk bijvoorbeeld naar deze tekst in 3 Johannes 2, een bekende tekst, hè, die ik wel vaker ook gebruik. En er staat, mijn geliefde, ik bid dat het u wel gaat en dat u gezond bent en dat u voorspoedig bent, evenals uw ziel voorspoedig is. We hebben in een van de eerste lessen het al over gehad, dat hier heel duidelijk ook weer die
connectie wordt gemaakt tussen je voorspoed en je succes, je gezondheid en al dat soort dingen, die heel sterk samenhangen met hoe je denkt, hoe je ziel voorspoedig is, hoe je emoties zijn, waar je op gefocust bent. Nou, het nadeel een beetje van deze interpretaties is dat mensen dan denken van ja, ligt het dan aan mij dat ik ziek ben? Of ligt het dan aan mij dat... Dat wil ik niet zeggen. De Bijbel geeft wel heel duidelijk aan dat daar wel een sleutel in zit, dat heel sterk bepalend is. Maar ik zal jullie straks laten zien dat er ook teksten zijn die een andere kant daarvan laten zien. Maar God wil ons heel duidelijk leren dat door de Heilige Geest God ons rechtstreeks wil onderwijzen. En niet zozeer door ziekte en door allerlei ellende. Maar hij wil ons zelf onderwijzen. En dat begint onder andere door ons denken, onze ziel, volledig te focussen op Jezus Christus. Hè, de voleinder van ons geloof. En hè, Christ in you, the hope of glory. Hè, Christus in je, de verwachting van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. Dus hoe meer we op Christus in ons gefocust zijn en hoe meer we zelf ondergeschikt maken aan zijn wil, zal die heerlijkheid van Christus zich meer en meer betonen in ons leven, door ons leven heen, met als gevolg dat al die rijkdom en al die zegen ook werkelijk zichtbaar en tastbaar wordt in ons leven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze tekst, Psalm 1, bekende tekst ook, Psalm 1 vers 1 tot 3. Er staat wel zalig, hè? Gelukkig, ander woord, wel gelukzalig, zegt de Statenvertaling. Gelukkig is de man, de mens, die niet wandelt in de raad van goddelozen, niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der sporters. Dus je ziet hier ook weer een trap. Dus het is wandelen, het is stilstaan en uiteindelijk gaan zitten. Dus ook daarin zie je dat zonde vaak in een progressie is. Het is niet altijd iets wat je meteen overkomt. Soms dan wandel je, dan ga je stilstaan en je gaat er uiteindelijk bij zitten. En dat is ook wat hier staat. Maar aan de Heerenwet zijn welgevallen heeft, heb je het weer, dat woord van God die daarop gefocust is, en diens wet over pijns bij dag en bij nacht. Hetzelfde als we lazen bij Joshua, dat hij daar dag en nacht mee bezig is. Dat is je focus. En op het moment dat dat je focus is, dan zul je ook merken dat al die negatieve invloeden vanuit de wereld steeds minder vat op je leven zullen hebben, steeds minder kracht ook zullen hebben. Dus je moet dat overpeinzen bij dag en bij nacht. Je ziet ook bij Jezus trouwens, dat op het moment dat Jezus in verzoeking geraakte in de woestijn, Satan kwam in hoogste persoon en die begon hem te verleiden, die begon hem aan te vallen, die begon hem te bekritiseren. Het eerste waar hij mee begon is van, als je de zoon van God bent. Hij begon al meteen in twijfel te trekken van, ben je überhaupt de zoon van God? En die tactiek van Satan, die geldt vandaag aan de dag nog steeds hetzelfde. Als je bepaalde dingen niet goed doet, of het gaat niet helemaal zoals je wil. Jezus was ook verzwakt, hij had dagen niet gegeten, hij was alleen in die woestijn. En dat was het moment voor Satan om te komen. Hij kwam niet aan het begin van de verzoeking, hij pas aan het eind. En dan komt hij op het moment dat Jezus op zijn zwakst was, om het zo maar te zeggen. En dan begint hij als eerste in twijfel te trekken of hij überhaupt wel de zoon van God is. Als je de zoon van God bent, zeg dan tegen die stenen dat ze brood worden. En dat Satan doet dat nu ook, nog steeds. Hij kan niks meer, hij is een overwonnen vijand, maar hij kan nog wel verleiden. Hij kan nog wel leugens verkondigen. En een van de dingen die hij zal doen is dat op het moment dat het even niet lekker zit met je, het gaat niet lekker, dingen die keren zich tegen je, dan zal hij als eerste komen en zeggen, joh, ben je wel een zoon van God? Ben je wel een kind van de Heere? Wandel je werkelijk wel met hem? En dat is alleen maar om je focus weg te halen van Christus en op de omstandigheden te gaan kijken. En dan zie je ook dat Satan doet, dat hij tegen Jezus zegt van, joh, maak dan van die stenen brood. Want hij wist, hij heeft honger. Dus hij gaat hem proberen de oplossing te geven in het natuurlijke. Hij probeert hem af te leiden voor zijn echte missie. Zijn doel waar hij voor gekomen was. En dat doet hij vandaag aan de dag nog steeds hetzelfde. Hij zal altijd proberen om negatieve invloed, dingen die niet helemaal lekker lopen, om die te gebruiken om je af te halen van die focus op Jezus Christus, op het woord. Daar moet je vol van zijn. Maar kijk wat Jezus dan vervolgens doet. Jezus die zegt dan telkens, het woord zegt.
Elke keer als Satan komt met een verleiding, als Satan komt met een leugen, dan pareerde Jezus het altijd met het woord. Hij pareerde dat niet met zijn gevoel, hij pareerde dat niet met wat mensen er algemeen over denken. Hij kwam telkens met het woord. En dat is wat wij ook moeten doen. Dus in wat voor situatie ook verkeerd, hoe negatief het bericht ook is, je moet terugkomen met het woord. Het woord van God zegt, ik ben zijn geliefde kind. Het woord van God zegt, met hem ben ik meer dan overwinnaar. Elke keer moet je dat woord hanteren. En dat is geloof, want de feiten liegen er niet om. De feiten zeggen van, je hebt honger. De feiten zeggen, je zit in de woestijn. De feiten roepen misschien heel iets anders. Maar je moet net als Jezus, onze grote broer, moet je reageren vanuit het woord. Want Jezus had honger, hij voelde zich verlaten. En toch sprak hij van de woorden van God. Elke keer van, je zult van brood alleen niet leven. Hij wist gewoon, zijn bron zit hem in God. En datzelfde geldt dus voor ons. En op het moment dat wij dat doen, dan zul je ook zien dat je tot je doel komt. Oftewel dat je succesvol zult zijn. Dat je voorspoedig zult zijn. Nou, die voorspoed, die begint dus in je denken. Als je kijkt naar die tekst die we net zagen, ik zal hem even terughalen, in 3 Johannes 2. Dan staat er van dat je voorspoedig bent zoals je ziel voorspoedig is. Je ziel is je zetel van je denken, je emoties, je begeren, je wil. En dat betekent dus dat op het moment dat je die ziel, die emoties op orde hebt, in de juiste richting hebt, dan begint die voorspoed vanzelf te komen. Dus voorspoed begint in ons denken. Succes begint in ons denken. Zolang je nog negatief denkt, zolang je nog denkt van ja, dat is niet voor mij, God houdt misschien minder van me, of weet ik veel, of ik heb misschien bepaalde dingen gedaan vroeger, waardoor zolang dat jouw denken is, zal dat ook manifesteren. Maar op het moment dat je werkelijk focust op Christus en zegt van ja, oké, ik heb dingen fout gedaan, ik ben zwak, heel veel dingen schiet ik tekort in, maar er is voor betaald. En mijn Heer, mijn Redder, Jezus Christus, die heeft dat allemaal weggewassen. En daarom ben ik de rechtvaardigheid van God zelf. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben zijn gunst, zijn rechtvaardiging ben ik. En op het moment dat dat jouw belijdenis wordt, op het moment dat dat je focus is, dan begint er dus van binnenuit, God werkt altijd van binnen naar buiten, van binnenuit begint er een transitie plaats te vinden, een verandering. Wat uiteindelijk maakt dat voorspoed, succes, jouw deel zal zijn. Je komt namelijk in lijn met het bestemming wat God allang voor de grondlegging van de wereld al had klaargelegd. Een mooie tekst die zegt van dat we daarin zouden wandelen. Hij heeft die goede werken al klaargelegd opdat we daarin zouden wandelen. Dat is dus Gods intentie altijd geweest. En je moet je niet gek laten maken door de omstandigheden of door de pijlen van Satan die met allerlei negatieve berichtgeving probeert te komen. Je focus moet zijn van ik ben de rechtvaardiging van God. Ik ben zijn geliefde kind. Hij houdt van mij. Hij houdt zoveel van mij dat hij bereid was om te sterven voor me en alles te geven. En dat moet je focus zijn. En niet dat je het verdient. Nee, omdat je bent gekocht en betaald. Dat is het grote verschil. En daar heeft Satan, daar kan Satan niks mee. Je zult ook merken op het moment dat je dat soort belijdenis elke keer over je leven uitspreekt. Satan is meteen uitgepraat. Hij kan niks meer. Hij kan geen aantijger, hij kan geen aanklager meer zijn. Hè? De Bijbel zegt, hij is een aanklager van de broeders. Nou, dat houdt meteen op het moment dat dat je focus is. Op het moment dat je woorden, je gedachten continu vol daarvan zijn. En daarom sprak God tegen Jozua om dat te doen. Je ziet het in 3 Johannes 2, zie je het, maar je ziet het ook bij David, Psalm 1. Hoe staat het er? Diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Je bent daar continu mee bezig. En dan staat er, want hij is als een boom. Dus op het moment dat je dat doet, dan zul je zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Dus je komt tot je doel, je begint vruchtbaar te worden. Je begint vrucht van de geest te ontwikkelen. Welks loofs niet verwelkt, dus geen teruggang, die bladeren die blijven zich ontwikkelen. En alles wat hij onderneemt, gelukt. Dit is optimum succes. Alles wat je onderneemt, lukt. Dit is geen utopie, dit is de belofte van de Bijbel. Er staan wat voorwaardes voor. Maar op het moment dat je dat dus
rekening mee houdt, dan mag je er gewoon op rekenen dat alles wat je onderneemt ook werkelijk zal lukken en dat het een succes zal zijn. Er wordt hier gesproken over een boom, hè? Ik heb er een plaatje van een boom bij getekend. Ik hoop dat je het goed kunt zien. En wat je ziet op dit plaatje is, we zullen zijn als een boom geplant aan waterstromen. Dus je hebt je wortels heb je in Christus. Je hebt je wortels in het woord van God. En door te spreken, door erop te mediteren, door daar dag en nacht mee bezig te zijn en continu je focus te hebben op Christus, wat hij voor je gedaan heeft, want het is niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij, dan ga je vrucht voortbrengen. En die vrucht die zal zijn op het gebied van financiën, het zal zijn op het gebied van je carrière, je toekomstplannen, je persoonlijke aspecten, relationele aspecten, lichamelijke aspecten, psychisch, spiritueel. Hè? Ik heb het spirituele aspect heb ik in de grond getekend, want daar moeten je wortels liggen in die geestelijke wereld. En dat zal dan uiteindelijk manifesteren ook in het natuurlijke. Dus, en dat is vaak ook het punt. De geestelijke aspecten, die zie je niet. Die zitten als het ware in de grond. Maar mensen zien alleen die boom. En mensen die zijn vaak in de verwarring. Want denken ze, hoe komt het nou dat één boom wel goed doet en een andere boom doet niet? Omdat ze niet weten hoe die wortels zitten. Waar ben je in gegrond? En dat gegrond zijn, dat zit hem dus in gefocust zijn op Jezus Christus. Gefocust zijn op zijn woord. Gefocust zijn op de belofte van God over je leven. En dan zal dan van binnenuit zal die vrucht gaan doorbreken op alle aspecten van je leven. Dat is wat God hier ook heel in duidelijk in bedoelt in dit woord van Psalm 1. Dus het begint ermee om werkelijk die focus te houden, om te vertrouwen. Te vertrouwen dat God ten alle tijde met je is. Dat hij aan jouw kant staat. Dat hij niet anders wil dat je voorspoedig zult zijn. Dat je succesvol zult zijn. Dat je zult slagen. Elke goede vader heeft die wens voor zijn kinderen. Dat zijn kinderen succesvol zullen zijn en zullen slagen. Nou, hoeveel te meer heeft God die wens niet voor jou en voor mij? En hij heeft je daartoe toegerust. Hij heeft je talent en kwaliteit gegeven, zodat je tot je doel zou komen. Nou, het is dus zo van belang om dit voor ogen te houden en het ook met God te bespreken. Ik doe dat zelf ook dagelijks, dat ik de belofte van God over mijn leven uitspreek. Of ik het nou voel of niet voel, of ik het nou al zie of niet. Nee, ik spreek het in geloof. Omdat ik weet, God is met mij. Hij staat aan mijn zijde. En sinds God voor mij is, wie kan tegen me zijn? En dat is wat de Bijbel ons leert. Dus doe dat. Het zit hem echt in het in het mediteren, in het mediteren, zachtjes prevelen. Hè? Dat betekent een ander woord, dat je die belofte van God elke keer over je leven uitspreekt. Nou, ik moet zeggen, even kijken hoor, ik zal die teksten even bijhalen. Het probleem een beetje met dit is dat, wij koppelen voorspoed en succes heel vaak aan uiterlijke dingen. Aan of je genoeg geld hebt, of je gezond bent, of alles wel gaat. En dat is aan de ene kant, natuurlijk zijn dat dingen waar je het aan kan afmeten, want de Bijbel leert dat ook wel. Lang leven, al dat soort dingen. Maar God is natuurlijk geest. En wat voor God veel belangrijker is nog dan die uiterlijkheden, is die binnenkant. En daarom hè, zegt de Bijbel ook, hè, het Gods koninkrijk is een koninkrijk van liefde en van blijdschap en van vrede. Dus het gaat God nog veel meer om die binnenkant dan om de uiterlijke buitenkant, de succes. En dat weten we uit ervaring. Er zijn mensen die zijn schat hemeltje rijk. Ze hebben alles wat hun hartje begeert, maar ze zijn zo ongelukkig als wat en ze plegen zelfmoord. Dus het zit hem daar niet in. Tegelijkertijd kan je ook niet zeggen, nou, dat hoort er helemaal niet bij. Het is een geheel. Alleen het moet, zoals je in dit plaatje van die boom zit, het moet wel van binnenuit groeien. Het moet wel van binnenuit gefundeerd zijn. Anders, zodra er een storm opsteekt, zodra het even niet goed gaat, valt die boom om. Als je niet geworteld bent in Christus. Als je niet je spirituele wortels hebt uitgeslagen in God. En dat is dus wel van belang om naar te kijken. Kijk, een tekst die in Hebreeën staat, die laat dat eigenlijk ook wat duidelijker zien. Het is een vrij lange tekst, dus ik heb hem even in twee slides gedaan.
En hier staat het volgende. Omdat zij op God vertrouwden, hebben zij koninkrijken onderworpen en rechtvaardig geregeerd en kregen zij wat God hun had beloofd. Dus het is allemaal succes, om het zo maar te zeggen. Ze hebben de muil van leeuwen toegesloten, het vuur had geen vat op hen en ze zijn aan het zwaard ontsnapt. Toen zij zwak waren, hebben zij kracht gekregen. In de oorlog werden ze zo sterk dat de hele vijandelijke legers de aftocht moesten blazen. Vrouwen kregen hun geliefden uit de dood terug. En anderen die op God vertrouwden werden... Dus dit is allemaal positief. Hè? Dat is allemaal... Maar dan vervolgens gaat hij verder en zegt hij... Anderen die op God vertrouwden werden doodgeslagen. Zij wilden liever sterven dan God de rug toekeren... omdat zij wisten later een beter leven te krijgen. Dus je ziet dat de Bijbel dus ook een andere kant laat zien. Dan gaat het verder. Weer anderen werden bespot en afgeranseld en tenslotte geboeid in de gevangenis geworpen. Ze werden gestenigd, gemarteld, doormidden gezaagd of met het zwaard gedood. Ze zwierven rond in schapenvacht en geitenvellen door woestijnen en in de bergen. Zij moesten in grotten en holen wonen. Zij leden gebrek en werden vervolgd en mishandeld. Ze waren te goed voor deze wereld. En al deze mensen zijn bekend geworden... mishandeld. Zij waren te goed voor deze wereld. Al deze mensen zijn bekend geworden omdat zij op God vertrouwden. Ze hebben echter niet gekregen wat God hun had beloofd. Je ziet dus in één pericoopje zie je enorme tegenstelling. Aan de ene kant zie je dus dat muilen van leeuwen werden gesloten. Mensen werden uit de dood teruggekregen. Overwinningen werden behaald. En het tweede gedeelte, het gaat erover dat ze werden vermoord. Ze werden gefolterd, doormidden gezaagd. Ze hebben zelfs de belofte niet gezien. En als je zo een tekst dan leest, denk je, wat moet je hier nou mee? Aan de ene kant belofte van succes en voorspoed. Aan de andere kant, naar de mens gesproken, enorme tragedie. En mislukking. Maar zo kijkt God er dus niet naar. Want voor God is die binnenkant veel belangrijker. En wij worden vaak we zijn vaak onder de indruk van die buitenkant. Dus wij zullen veel sneller zeggen van oké, dat is een succes en dat is geen succes. Maar God kijkt naar die binnenkant. Als je bijvoorbeeld luistert naar christenen uit het Westen, uit het rijke Westen, dan is de getuigenis van succes of voorspoed, is dan, of van zegen, is dan heel vaak van, ja, ik had geen geld en ik was ziek en ik was ongelukkig en toen leerde ik Jezus kennen en nu ben ik rijk en ik ben gelukkig en ik heb een mooie vrouw en ik heb een mooi huis en iedereen, halleluja, prijs de Heer, wat heeft God gezegend. Ga je daarentegen naar bijvoorbeeld landen als China of bepaalde landen waar er meer vervolging is, daar hoor je precies het tegenovergestelde. Daar is het van, ja, ik was een gerespecteerd man, ik had een huis, ik had een vrouw, kinderen, ik had dienstknechten, ik had alles wat mijn hartje begeerde en ik heb Jezus leren kennen en sinds die tijd ben ik vervolgd, ik ben mijn huis kwijt, ik ben mijn kinderen kwijt, ik ben mijn status kwijt, alles op prijs de Heer, weet je? En iedereen klapt prijs de Heer. Dus wat is dat nou, die tegenstellingen? Nou, wat je hier dus in ziet, is dat succes, voorspoed, heeft te maken met de binnenkant. En dat kan zich manifesteren ook aan de buitenkant, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Sterker nog, ik geloof dat al die mensen die hier beschreven staan in dat tweede gedeelte, niet hebben geleden. Dat ze zo dicht met God wandelden. Denk aan Stefanus. Dat hij zo dicht met God wandelde. Ondanks dat hij gestenigd werd. Dat hij toch de heerlijkheid van God al zag. En dat hij dat gewoon niet heeft gevoeld. Want ik geloof dat God ons dwars door moeilijkheden en pijn en toestanden heen zo kan dragen. Dat we het als het ware niet voelen. Want God is vele malen groter dan deze wereld. Daarom zegt de Bijbel ook van in de wereld leidt gij verdrukking. Maar prijs de Heer, wees blij, want ik heb de wereld overwonnen. Met andere woorden, in Christus zit die overwinning impliciet. Die zit daar gewoon al in. Op het moment dat je focus hebt op Christus, dan wat voor storm er ook in je leven plaatsvindt. Mensen die het zien, die denken van, oh wat erg. Maar jij ervaart dat niet zo, omdat je wordt gedragen door Christus. Zijn heerlijkheid, hij is dwars door alles heen gegaan. Dus hij weet als geen ander hoe die je daarin kunt dragen. Dus voorspoed, succes is dus een binnen
binnenkant ding, om het zo maar te zeggen. Wat zich wel kan manifesteren in de buitenkant, maar dat is dus geen garantie. Je kan het niet omdraaien. Je kan niet zeggen als iemand een goed leven heeft, luxe leven heeft, dat het dan ook echt voorspoed en succes is. Nee, voorspoed en succes heeft dus alles te maken met je doel bereiken, gehoorzaam zijn aan de roepstem van God en datgene doen waar God je voor geroepen heeft. Toen Paulus geroepen werd door God, toen zei God al van tevoren tegen hem van je zult veel lijden voor mij. En dat was zijn roeping. En dan zie je ook dat Paulus dat omarmde en hij probeerde dat niet te ontsnappen. Hij ging daar dwars doorheen, omdat hij wist, God gaat mij dragen. Ik bedoel, hij hoefde niet bang te zijn. En dat is wat we daaruit kunnen leren, of het nou naar de buitenkant gesproken voorspoedig eruit ziet of niet. We hoeven niet bang te zijn, want we zijn geborgen in Christus. We zijn geborgen in Hem. En het enige wat wij hoeven te doen is te focussen op Jezus Christus en op zijn volbrachte werk. En in de wetenschap en in het vertrouwen dat wat er ook gebeurt, dat we altijd als overwinnaar uit de bus komen. En dat we altijd die zegen van God zullen ervaren. Filippenzen 4 zegt het ook zo mooi, hè? Van dat de vrede Gods die je verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. Met andere woorden, soms kun je het niet eens begrijpen. Want als je naar de omstandigheden kijkt, dan zou je zeggen van nou, ik zou diep ongelukkig moeten zijn. Of ik zou, depressed, teleurgesteld, wat voor negatieve gevoelens ook. Maar omdat het een vrede van God is die je verstand te boven gaat, dat zal je behoeden. Daarin zit die geborgenheid. Nou, ik vond het zo leuk, ik heb het er even bij gepakt. Er is een zekere psycholoog, Seligman heet hij. En die heeft ooit eens een heel uitgebreid onderzoek gedaan over geluk. Hoe mensen gelukkig zijn, wat de grond zegt. Nou, dan komt hij tot deze conclusie. En er staat: externe omstandigheden hebben weinig invloed op ons geluksgevoel. Dat is zijn conclusie. Dus hij heeft allerlei mensen onderzocht die gelukkig waren en niet gelukkig waren. En hij is gaan vergelijken in waar ze woonden en wie ze zijn. Man, vrouw, jong, oud, ziek, gezond. Nou, noem maar op. Hij heeft alles onderzocht. En dan komt hij dus tot deze stelling. En dan zegt hij van, het heeft weinig invloed, de externe omstandigheden, over het geluksgevoel van mensen. We kunnen ons dus de moeite besparen om te streven naar een hoger salaris, een betere gezondheid of ideale woonplek. Dat is wel harde taal, hè? En dit is gewoon een werelds onderzoek. Waar het om gaat is dat we moeten werken aan de interne omstandigheden, want het is onze manier van denken dat ons geluk bepaalt. Dit zou rechtstreeks uit de Bijbel gehaald kunnen worden. Ons denken, onze ziel, die bepaalt ons geluksgevoel. En niet de omstandigheden. En daarom moet onze voorspoed en ons geluk moet niet het doel op zich zijn. Ons voorspoed en geluk komt voort uit het feit dat je gefocust bent op Jezus. Met je denken ben je gefocust op de geluksbrenger. Hè? En daarom begon Jezus met zijn eerste preek hier op aarde, de bergrede, dat hij begon over geluk. Welzalig, hè? Gelukkig is de mens die dit doet. Gelukkig is de mens. God weet dat we gelukkige mensen willen zijn. Dat is ons doel, om gelukkig te zijn. Maar hij wil ons ook leren dat omstandigheden, net zoals uit dit onderzoek blijkt, niet daar bepalend voor zijn, maar dat het alles te maken heeft met onze ziel, met ons denken, met onze emoties en met onze wil, onze begeren. Dus, kijk maar naar deze tekst. Dat is dan wat we kunnen lezen in Romeinen 14, vers 17. Er staat, want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken. Hè, dus het gaat niet om die buitenkant. Maar in rechtvaardigheid, in vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En daar moet dus ons streven ook liggen. Dus het heeft alles te maken met die binnenkant. Vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Dat is het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is een binnenkant ding. En op het moment dat je dat gaat beseffen, zal je focus ook veel meer worden op die binnenkant en niet zozeer op de omstandigheden. Want je weet dat, wat Hebreeën 11 ook zegt, al het uiterlijke is tot stand gekomen door de binnenkant, door de spirituele wereld. Hè? Dus even terug naar dit plaatje van die boom.
je succes op het gebied van financiën, relaties, lichamelijk, nou ja, noem maar op, al die takken die je daar omschreven staat, die vinden hun oorsprong. En dus je zou kunnen zeggen, die driedimensionale wereld, datgene wat we kunnen voelen, kunnen zien, kunnen aanraken. Je kunt zien of iemand gezond is of niet gezond is, psychisch, noem maar op, al die dingen. Die vinden dus hun oorsprong in die geestelijke wereld, die dus onder de grond zit. Die verborgen, die binnenkant, daar zit het hem in. En dat is dus ook wat hier staat. Het koninkrijk van God zit binnen in ons. Jezus zegt, het is niet iets wat je aan de buitenkant kan halen. Je kan niet zeggen, nou daar en daar is het koninkrijk van God. Nee, het koninkrijk van God is in ons. En op het moment dat je dat gaat beseffen en je krijgt de openbaring over, ga je ook veel meer en meer vanuit die binnenkant naar de wereld kijken. En weet je ook dat lichamelijke aspecten, financiële aspecten, je carrière, persoonlijke aspecten, noem al die dingen, die hebben hun succes en hun groei is bepalend van hoe je dus gefocust bent op die binnenkant. Hoe je gefocust bent op die geestelijke wereld. Kijk naar deze tekst, is ook zo'n mooie tekst die daarover gaat. Colossense 3. Vers 8 tot 10. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken aflegt. Zie je dus, je focus moet veel minder worden op die buitenkant. Van hoe je was of hoe je dacht. Daar moet je je focus van afgeleiden. En het nieuwe moet je aandoen. Die vernieuwd worden tot de volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Hier staat dus niet zozeer dat je het uit eigen kracht kunt afleggen. Nee, het wordt doordat je je denken vernieuwt, je kennis vernieuwt naar het beeld van de schepper. Je gaat naar hem kijken en dat gaat maken dat je vanzelf gaat afleggen vuile taal en nou ja, al die dingen die hier noemen. Dus die hier genoemd worden. Dus die focus is weer heel erg belangrijk. Je denken daarin vernieuwen. En dat zal dan uiteindelijk dat die 100% voorspoed zal baanbreken. En je zult dus vrede, blijdschap, rust, nou ja, al die aspecten, rechtvaardigheid, al die aspecten van het koninkrijk van God wat binnenin je is, daar zul je in wandelen, daar zijn je in leven. En de omstandigheden, die doen er eigenlijk niet zo meer toe. En dat is dus eigenlijk wat God voor ons bedoeld heeft. Nou, hoe laat is het? Ja, ik heb nog even. Deze les gaat over goddelijke voorspoed voor de totale mens. Hè? Voor je hele mens zijn. Geluk, voorspoed, al dat soort aspecten. Dat is een totaal, een geheel van dingen. Je kunt niet zeggen als iemand veel geld heeft, dan is hij gelukkig. Nee, want geld alleen maakt niet gelukkig. Je kan ook niet zeggen als iemand gezond is, dan is hij gelukkig. Nee, er zijn veel meer dingen. Nou, ik heb het in een plaatje neergezet, wat ik ook wel noem het wiel van voorspoed, als je het zo wil noemen. Je zag het in die boom eigenlijk ook terug. En je weet, een wiel, de kracht van een wiel zit hem in de spaken. Als een wiel goed wil draaien en goed wil rollen en bestand wil zijn tegen allerlei bumps in de wegen enzovoort, dan moeten die spaken stevig zijn. En het moment dat spaken gebroken zijn of je mist spaken, dan heb je een zwak wiel wat uiteindelijk kan breken of je kunt niet meer goed sturen met dat wiel. Dus wil je een succesvol leven hebben, wil je een voorspoedig leven hebben, dan is het zo van belang dat je al deze spaken die hier staan, dat je daar tot je doel mee komt, zoals God bedoeld heeft. En dat is dus meerdere facetten. Nou, wat zie je in het wiel? Relationeel, dus je relaties naar mensen om je heen. Hè? En dat begint natuurlijk in het gezin, man, vrouw, kinderen, maar ook collega's, familieleden. Noem maar op, relaties in zijn algemeen. Hoe ga je met mensen om en wat voor mensen ga je mee om? Komen we straks op terug. Je persoonlijkheidsaspecten, van hoe je in elkaar zit en datgene wat God je voor geroepen heeft, of je daar werkelijk ook in wandelt. De geestelijke aspecten,
de fysieke aspecten. Gezondheid is belangrijk. Hè? Hoe gezonder je voelt en hoe gezonder je bent, des te beter je ook kunt functioneren. Financieel en psychologisch. Psychologisch moet je weer denken aan de ziel. Hè? Dus aan je denken, aan je emoties, aan je begeren. Dus dit zijn belangrijke dingen om mee te nemen. Ben je op zoek naar geluk? Ben je op zoek naar blijdschap bestendig in je leven? Wil je voorspoedig zijn in je leven? Dan moet je dus aan al deze aspecten aandacht geven. Christus moet heersen in al deze aspecten van je leven. En op het moment dat je daar opricht, dan zul je ook merken dat er stabiliteit komt in je leven. En dat je ook, al gaat het wiel rechtsaf, linksaf, over een hobbel heen, je blijft stabiel. Want je hebt alle spaken heb je verstevigd door Christus Jezus. Dus dit is waar je over praat. Nou, als we die spaken gewoon één voor één eventjes uitlichten, dat wil ik dan doen de komende uur even, zodat je ook echt een stevig wiel kunt ontwikkelen waar je in bestand bent tegen alles wat er in het leven op je af gaat komen. Nou, de geestelijke spaak, zullen we die eerst even nemen? De spaak van het geestelijk leven. Nou, wat van belang is om te weten, dat de Bijbel leert natuurlijk heel duidelijk dat alles wat we zien en alles wat we ervaren, alle zichtbare, heeft zijn oorsprong in die onzichtbare wereld, oftewel die geestelijke wereld. Dus dat is ook het fundament, daar begint het bij. Op het moment dat je dat doorhebt, dat alles wat je meemaakt in het leven, alles wat je ziet in het leven, dat het zijn oorsprong in die geestelijke wereld heeft, dan weet je dus dat op het moment dat je in die geestelijke wereld iets kunt keren, kunt draaien, dan is het gewoon een logisch gevolg, het is een kwestie van tijd, dat je dat dan uiteindelijk ook gemanifesteerd gaat zien in de natuurlijke wereld. Dus de geestelijke wereld is een wetmatigheid die alles beheerst, om het zo maar even te zeggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze tekst, Genesis 8, vers 22. Dit gaat het over dat zondvloed is geweest en God die stelt als het ware een nieuwe orde aan. Naar Noach legt hij dit uit. En het oude is voorbij en dan komt dus een nieuwe periode aan. En dan zegt hij het volgende. Dan zegt hij, voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dus wat God hier laat zien is wetmatigheden. Dit staat los van of je het gelooft of niet gelooft, of je nou met God wandelt of niet met God wandelt. Dit zijn wetmatigheden die voor iedereen geldt op deze planeet. Je zult altijd te maken hebben met saai en oogst, met koude en hitte, zomer en winter, enzovoort, enzovoort. Ik weet nog dat opgroeiende in de kerk vroeger, dat het mij best wel frustreerde, dat ik zag dat heel veel christenen, heel veel broeders, medebroeders en zusters, dat we juichten allemaal wel tijdens de dienst. En we riepen natuurlijk allemaal teksten als van, we zijn meer dan overwinnaar. En maar als ik heel eerlijk was en ik keek naar mensen, dan zag ik vaak dat ze heel erg ongelukkig waren. Velen waren gefrustreerd, velen waren pessimistisch. Soms kon je nog beter met mensen in de wereld omgaan. Die waren veel luchtiger, veel positiever dan medebroeders en zusters. En ik begreep dat nooit. Ik dacht altijd van hoe kan dat nou? Wij zouden juist de meest gelukkige mensen moeten zijn. En dat is niet wat ik over het algemeen zag. Ik zag over het algemeen dat er best wel veel haat en nijd was. Dingen niet gunnen. Je noemt het strijd onderling over allerlei kwesties en toestanden. En van vandaag aan de dag is het nog steeds zo dat mensen kunnen zich druk maken over allerlei leerstellingen in kerken. En elkaar daarbij tegen de haren instrijken. Elkaar echt daarop aanvallen, naar de keel grijpen, zowat. En ik begreep dat nooit. Maar en ik dacht van, hoe komt het nou? Wij die God kennen en wij die hem lief hebben, wij die naar de kerk gaan, en toch missen we wat. Terwijl sommige mensen die helemaal niks met God doen en ze leven maar. En daar zie ik soms veel meer blijdschap, veel meer geluk, veel meer succes. Hoe zit dat? Nou, dat komt tot ontdekking dat het te maken heeft met het respecteren van die wetten.
Want God, de Bijbel zegt, hij laat het regenen over goede en over slechte. Met andere woorden, God heeft gewoon zijn wetten gegeven. En mensen die dat respecteren, mensen die weten hoe die wetten werken, die zullen daar ook de vruchten van plukken, ongeacht of je nou in God gelooft of niet. En dat staat dus los even van redding en al dat soort dingen. Dit heeft gewoon te maken met het leven. En daarom staat er ook, zolang de wereld bestaat, zolang de aarde bestaat, heb je deze wetten. Nou, wat van belang is, is om te zien hoe God daarmee omgaat, hoe Christus daar ook mee omgaat. Nou, als je bijvoorbeeld ziet in Marcus 4, dat moet je maar eventjes opschrijven hoor, maar Marcus 4 gaat over de gelijkenis van de zaaier. Hè? En nou, jullie kennen dat verhaal, dat hij dan zegt, er was eens een zaaier en die zaaide het zaad en een deel kwam op de weg terecht, een deel kwam op de grond terecht met distels en dorens en, nou, enzovoort. En uiteindelijk komt er een deel in goede aarde terecht. Nou, ik ga daar niet nu op inzoomen, maar wat mij opviel in die vers 13 van dat gedeelte, Marcus 4 kan je dat lezen en dan vers 13. En dan op een gegeven moment dan heeft hij dus die gelijkenis verteld en dan de discipelen die komen dan achteraf bij Jezus terug en die vragen hem dan van, Heer, wat bedoelde u nou met die gelijkenis? En dan zegt hij tegen ze van, weet je niet wat deze gelijkenis betekent? Hoe zul je dan alle andere gelijkenissen verstaan? Met andere woorden, wat Jezus hier aanzegt, dit is de meest belangrijke gelijkenis die je moet begrijpen. En dat is namelijk de wetmatigheid van zaaien en oogsten. Wat hij eigenlijk zegt is van, alles wat je oogst in het leven heeft te maken met wat je gezaaid hebt. Dus op het moment dat je dat gaat snappen, dat het altijd te maken heeft met zaad wat je zaait, dan dat is een wetmatigheid. Daar kan niemand omheen. En daarom zie je ook dus mensen die niet geloven in God, maar bijvoorbeeld regelmatig hun geld geven aan goede doelen of weet ik veel, ze helpen mensen. Je ziet dat ze voorspoedig worden, omdat ze gebruik maken van die wetmatigheid, zonder dat ze misschien weten dat die überhaupt bestaat. Wij zouden dus veel nog meer moeten weten dat het zo werkt. En dat we dus ook werkelijk daarin uitstrekken. Dus Jezus zegt heel duidelijk in hoofdstuk 4 van Marcus, dit is de meest belangrijke gelijkenis. Als je deze gelijkenis niet snapt, als je niet snapt de wetmatigheid van zaaien en oogsten, ga je alle andere gelijkenissen ook niet begrijpen. En dit legt dus een fundament ook voor je financiële voorspoed. Het legt een fundament voor je succes in het leven. Dat heeft dus te maken met zaaien en oogsten. Wil je meer liefde in je leven? Wil je meer goede relaties opbouwen met je man, je vrouw, met, nou, noem maar op, collega's? Zaai liefde. Zaai goede relaties. Dat is eigenlijk altijd. Wil je meer geld zien in je leven? Zaai geld. Wil je meer geluk zien in je leven? Breng meer geluk. Daar waar je geluk kunt brengen. En elke keer zie je, daarom zegt, even kijken hoor, die tekst heb ik hier ook. Die kunnen we er meteen bij pakken. Even kijken, waar heb ik die staan? Heb ik die staan? Ja, deze. Gelaten 6, vers 7. Dan zegt het duidelijk, hè? Dwaalt niet. Met andere woorden, hou jezelf niet voor de gek. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens, hè, wat een mens ook zaait. Dus wat, het maakt dus niet uit of het nou geld is of liefde of nou, haat. Hè, je kunt ook haat zaaien. Wat een mens ook zaait, hij zal het ook oogsten. Dus dit is iets wat je moet geloven. Dat alles wat je zaait, en dat zaaien, dat doe je dus op allerlei manieren. Dat doe je onder andere met je woorden, kun je zaaien. Maar je kunt ook zaaien met je geven, je tijd. Maar wat je ook zaait, dat zul je oogsten. Vroeg of laat komt dat terug. En dat is een basiswetmatigheid die alles te maken heeft met voorspoed en succes. Want dan daarin ligt dat ingesloten. Niks komt zomaar. Je bent niet een slachtoffer toevallig of zo. Dat heeft heel veel te maken met zaaien en oogsten. Waar ben je op gefocust? En waar ben je mee bezig? Dat zal uiteindelijk ook manifest worden in je leven. Zoals we in het natuurlijke wetten hebben, allerlei wetmatigheden, heb je dat in het geestelijke ook. In de natuurlijke omgeving hebben we wetten van verschillende orde.
Je hebt bijvoorbeeld neem bijvoorbeeld de wet van zwaartekracht. Die kennen we allemaal. En dat is dat alles wat je vasthoudt en je laat het los, dat gaat naar beneden. Het feit dat we zwaartekracht hebben, maakt dat we gewoon kunnen blijven staan en dat we niet weg zweven ergens heen. Dus die wet is daar en daar kan je eigenlijk niks tegen doen. Daar moet je gewoon altijd rekening mee houden. En je ziet ook mensen die daar rekening mee houden, die kunnen daar heel veel profijt van hebben. Mensen die er geen rekening mee houden, die maken ongelukken. Als je op een flat staat en je denkt van, nou ja, die zwaartekracht kan me gestolen worden, ik loop gewoon rechtdoor, dan ga je het uiteindelijk merken, want je valt naar beneden en het kan je van alles kosten. Dus rekening houden met die wet is heel belangrijk. Toch leren we dat er ook wetten zijn die elkaar overstijgen kunnen. Zo heb je bijvoorbeeld de wet van de aerodynamica. En de wet van de aerodynamica, als jij je houdt aan de voorwaarden van die wet, dan kun je de zwaartekracht overstijgen. En dat is wat we doen met vliegtuigen. We hebben vliegtuigen dusdanig gemodelleerd en ingericht met motoren en snelheid en vorm en shape en noem maar op, dat we uiteindelijk kunnen gaan voldoen aan die wet van de aerodynamica. En op het moment dat je aan de wet van de aerodynamica gaat voldoen, dan overstijg je de wet van de zwaartekracht. Die wet van de zwaartekracht die valt niet weg, die is er nog steeds. Maar doordat je voldoet aan de wetten van de aerodynamica, is de wet van de zwaartekracht heeft geen invloed meer op je. Je kunt stijgen, je kunt gaan vliegen. Je hebt geen last meer van die wet van de zwaartekracht. En dat is geestelijk net zo. Je zou kunnen zeggen dat de wet van de zwaartekracht, dat is deze wereld. De dingen die je naar beneden trekken. De dingen die je continu vasthouden. Maar op het moment dat je de wet van de geest, dat kun je bijvoorbeeld lezen, dat voert allemaal te ver voor nu. Maar ik zou zeggen, bestudeer Romeinen 8, die gaat daar heel sterk op in. Maar op het moment dat je dus die wet van de geest gaat leren bewandelen, dat je je leven zo inricht, dat je net als dat vliegtuig, dat je gaat voldoen aan de wetten van de geest, aan de wetten van de aerodynamica, dan zul je dus die wet van de zwaartekracht zul je overstijgen. Je hebt er geen last van. En dat is wat de Bijbel zegt. Dan word je een zoon Gods, een volwassen kind van de Here, waarin geen beperking meer is. Je wordt als de wind, zegt de Bijbel letterlijk. Je kunt overal meewaaien met Gods geest en je wordt niet beperkt door allerlei dingen die je naar beneden trekken. En daarom is het zo van belang om te begrijpen dat je in die geestelijke wetmatigheid moet gaan wandelen. En dat heeft dus te maken met begrijpen hoe dat werkt. Snappen hoe die geestelijke wereld ook werkt. En daarom die spaak van het geestelijke waar we nu mee bezig zijn is uiterst belangrijk, want daar begint het eigenlijk bij. Nou, je ziet dus ook dat wil je die zwaartekracht overstijgen door je te houden aan de wetten van de aerodynamica, moet je dus ook weten hoe die wetten in elkaar steken. En dat kom je dus achter door het woord te bestuderen om te begrijpen wat je positie is. Ik kan het anders illustreren. De Bijbel zegt zo mooi dat we zijn van het koninkrijk van het duister zijn we overgeplaatst in het koninkrijk van het licht. Door Christus. We weten allemaal dat een koninkrijk hier op aarde heeft zijn eigen wetten en zijn gebruiken en zijn eigen cultuur. Neem bijvoorbeeld Engeland en Nederland. Zijn beide koninkrijken. Maar we weten allemaal dat als ik in Engeland ben en ik ga bijvoorbeeld in Engeland rondrijden, dan moet ik me houden aan de Engelse wetten, de wetten van het Engelse koninkrijk, van het Britse koninkrijk. Doe ik dat niet, dan maak ik ongelukken. Bijvoorbeeld, ze rijden daar links. Of zeg ik het goed? Ja, ze rijden daar links. Als ik dan bijvoorbeeld zeg van, nou ja, nee, ik woon in het Koninkrijk der Nederlanden en ik ben daar eenmaal gewend, dus als ik daar ben, blijf ik rechts rijden, dan ga je grote ongelukken maken. Je gaat daar niet blij en gelukkig van worden. Je gaat dus niet succesvol zijn. Je zult je doelen niet bereiken als je maar consequent rechts blijft rijden, terwijl iedereen daar links rijdt. Vice versa geldt hetzelfde. Nou, datzelfde geldt dus ook voor het Koninkrijk van het Licht en het Koninkrijk van het Duisternis. Het koninkrijk van de duisternis heeft hele andere gebruiken, hele andere manier van omgang. Dat is een beetje wat we net lazen in die tekst. Hè? Dat leg het af.
kwaadsprekerij, noem maar op. Nee, het koninkrijk van het licht is blijdschap, is liefde, enzovoort, enzovoort. Nou, en betekent dus dat je dat moet leren. Je moet gaan leren om te luisteren naar Gods geest. En op het moment dat je dat doet, dan zul je dus prima over de weg gaan in dat koninkrijk. Je kunt allerlei dingen overstijgen die in dat koninkrijk van de duisternis niet mogelijk zijn. Je krijgt veel meer mogelijkheden en je wordt eigenlijk als dat vliegtuig dat gewoon onbeperkt naar boven kan gaan en niet wordt tegengehouden door allerlei krachten die je naar beneden willen halen. En dat is zo van belang om te snappen. Dus ik wil jullie allemaal aanmoedigen. Bestudeer dat geestelijke koninkrijk dat in je is. Ga kijken hoe zitten die wetten van dat koninkrijk in elkaar. Wat zijn de gebruiken? Een ander woord daarvoor is de gerechtigheid van God. Gerechtigheid wil niks anders zeggen. Gods manier van doen. Zijn karakter. Hoe gaat hij om met bepaalde dingen? En hoe meer je dat leert, des te makkelijker je het ook kunt onderscheiden of je in het koninkrijk van God bezig bent of in het koninkrijk van de duisternis. En je zult merken dat hoe meer je dat gaat leren, des te makkelijker het ook gaat en des te minder last je hebt van die naar beneden trekkende koninkrijk van de duisternis, om het even in die symbolen uit te drukken. Dus dit is zo van belang. En je zult dus zien dat op het moment dat je daaruit gaat wandelen, en een van de belangrijke dingen in het koninkrijk van het licht is natuurlijk geloof, is focus op Jezus. Een heel goed voorbeeld daarvan is Petrus. Jullie kennen het verhaal. Petrus en de discipelen zitten allemaal in die boot. En op een gegeven moment komt Jezus over het water lopend, loopt hij langs. En ik vind het zo mooi, de Bijbel zegt, hij deed alsof hij langs wilde lopen. Dus als hij ze voorbij wilde gaan. Soms doet God dat. Dat hij doet alsof hij je voorbij gaat. En dat is eigenlijk alleen maar om je te prikkelen. Om te kijken van, ben je op hem gefocust? Laat je niet intimideren door omstandigheden, maar focus je op hem. En nou, dat gebeurde. En je ziet aanvankelijk dat de discipelen dachten dat het een spook was. Dus ze waren hartstikke bang. Maar op een gegeven moment hadden ze door dat het Jezus was. En dan zie je dat Petrus als enige van de 12 discipelen, dat hij dan tegen de Heer zegt van, Heren, als u het bent, zeg dan tegen mij dat ik naar u toe kan komen. En dan zegt Jezus van kom. Dus je ziet dat God wil altijd dat we in die bovennatuurlijke wereld zullen leven. God gaat niet zeggen, nou nee, dat is niet voor jou. Je moet eerst nog dit. Nee, hij zegt altijd, jij nodigt je nu al uit van kom en wandel met mij op het water. En dat is dus wat Petrus dan doet. Hij springt uit die boot en hij begint op dat woord van Jezus. Want Jezus zei kom. Dat woord van Jezus, dat rema woord, daarop begint hij te wandelen op het water. Wat er dus gebeurt, hij overstijgt de wet van de zwaartekracht, wat normaal gesproken je naar beneden haalt. Hij overstijgt dat en hij kan over het water lopen richting Jezus. We weten allemaal natuurlijk dat het uiteindelijk misgaat, omdat hij dan zijn focus weer verlegt naar de omstandigheden. Hè? Dat hij gaat kijken naar het. En dat is natuurlijk vervelend. En uiteindelijk zakt hij er ook neer. Maar gelukkig is daar Jezus om hem toch weer eruit te trekken. Maar hij kan in ieder geval zeggen, hij heeft op water gelopen. En dat komt omdat hij gefocust was op Jezus. Nou, wat voor Petrus geldt, geldt ook net zo hard voor ons. Als wij gaan focussen op Jezus, op zijn roepstem, als wij gaan geloven en vertrouwen wat hij voor ons tot ons gezegd heeft, wat hij ons beloofd heeft, dan ga je op water lopen. Dan ontstijg je de wet van de zwaartekracht en je gaat in die hemelse heerlijkheid ga je vertoeven. Die wet van de aerodynamica, om als voorbeeld te noemen. Je gaat vliegen. Dat is eigenlijk wat je eruit kunt uit kunt opmaken en je stijgt boven de omstandigheden uit. Dat is waar je over praat. Nou, dit is zo geweldig en dit is leuk om te horen misschien, maar nu is het kwestie van doen, praktijk. Je moet hier dus je moet het je eigen gaan maken en dan zul je ook zien dat die beloftes in Christus Jezus zijn werkelijk ja en amen. Het is niet zomaar iets simpels van, nou ja, we zijn gered. Nee, Jezus is de deur tot dat koninkrijk. Hij is de deur om binnen te gaan en in dat koninkrijk te wandelen. Om in die wetten van de aerodynamica te vertoeven. Waarin je stabiliteit hebt en waar je niet meer onder invloed staat van allerlei winden van leer en van toestanden om je heen. En zolang we maar gefocust blijven. Dus dit is die eerste spaak
van die ik met jullie wil behandelen, van dat wiel wat ik jullie net liet zien. En dat is dus die geestelijke spaken. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar we hebben nog een paar spaken te gaan. En we gaan eerst even een korte pauze houden van 5 minuutjes. En dan gaan we de rest van die spaken afmaken. En dan hoop ik, in die korte tijd die we hebben, want er valt zoveel te vertellen, maar dan hoop ik in ieder geval dat ik jullie een totaal plaatje, een totaal beeld mee kan geven hoe je werkelijk in goddelijke voorspoed en succes kunt wandelen. Ja? Tot zo. Goed. Ik zei al, ik behandel beknopt elke spaak omwille van de tijd. Dus we gaan even snel door naar de spaak, de psychische spaak, laat ik het zo maar even noemen, oftewel de ziel. Die moet dus ook sterk zijn in dat wiel, wil dat wiel stabiel zijn. En de ziel hebben we natuurlijk ook in voorgaande lessen ook al veel aandacht aan besteden. Dus ik ga er niet al te veel over zeggen. Wat je dus ziet, en even kijken hoor, die tekst die hebben we hier. Heb ik al laten zien. Je welzijn, je succes, voorspoed, hoe je het wil noemen. Hij maakt dus meteen een verbinding met de manier waarop je ziel voorspoedig is, dus je denken. En de Bijbel laat het duidelijk zien, Jezus zegt het ook, hè, zoals een mens denkt, zo is hij. Dus met andere woorden, je denken bepaalt heel sterk hoe je leven eruit ziet. Het is niet altijd leuk om te horen, omdat we van nature geneigd zijn om negatieve dingen in ons leven toe te schrijven aan anderen of aan omstandigheden of weet ik veel. Aan je opvoeding of aan de buurt waar je woont. Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat het heel veel te maken heeft met hoe je zelf denkt en in het leven staat. En wat je spreekt en wat je verwachting is, waar je hoop op gevestigd is. Dat bepaalt dus ook heel sterk je voorspoed, om het zo maar te zeggen. Dus goddelijke voorspoed, hè, dat heb ik al uitgelegd. Dat is dus niet alleen maar veel geld en al dat soort dingen. Maar met name ook die binnenkant, dat je in die blijdschap en in die rust kunt functioneren. Dus de ziel is cruciaal daarin. Je bent de geest en we zijn toegetreden in dat rijk van God, het koninkrijk van het licht. Maar met je ziel, met je denken, met je wil, bepaal je hoe je beweegt in dat koninkrijk. En gehoorzaamheid, luisteren naar Gods geest zijn hier dus cruciaal in, want dat doe je met je wil. Je onderwerpt je wil aan of niet. En net als het voorbeeld wat ik gaf in Engeland, je kunt ervoor kiezen om koppig rechts te blijven rijden, terwijl iedereen naar links rijdt. Maar met je ziel bepaal je dat. Niet het koninkrijk bepaalt dat, jij bepaalt welke kant je van de weg rijdt. En dat geldt dus ook geestelijk zo. Kijk naar deze tekst. Romeinen 12. Waar heb ik hem? Hier. Romeinen 12, vers 2. En het zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dus word niet gelijkvormig. Gelijkvormig worden wil niks anders zeggen, doen alsof. Dus hier staat eigenlijk van, doe niet alsof als de wereld. Doe niet alsof je nog functioneert in het koninkrijk van de duisternis. Maar word hervormd door het vernieuwen van je denken. Een ander woord, of in de grondtekst staat eigenlijk het woordje transformatie van dat hervormde. Dus dat je metamorfose of zoiets staat, een metamorfose. Dus dat je net zoals een rups verandert in een vlinder, die metamorfose moeten we doorgaan. En dat doe je dus door je denken te vernieuwen, door die ziel te vernieuwen. En op het moment dat je dat doet, dan staat er dat opdat gij moogt erkennen, zodat je zult zien, kunt erkennen wat de wil van God is. Nou, wat is die wil van God? Het goede, het welgevallige en het volkomene. Dus opgroeiende in de kerk heb ik zo vaak gehoord dat God eigenlijk ook best wel een negatieve kant is. Zo werd het niet gezegd, maar ik weet nog dat heel vaak als we bijvoorbeeld zendelingen kregen en die dan altijd zeiden van ja, ik wilde nooit naar China,
En toen ik mijn hart aan de Heer gaf, en waar denk je dat God me heen stuurt? Hij stuurt me naar China. En altijd hoor je dit soort verhalen. En dat ik als opgroeiende in de kerk dacht van, ja, zie je wel, God die geeft je precies datgene wat je niet wil. En ik kreeg dus een negatief beeld van God, terwijl de Bijbel heel duidelijk zegt van, de wil van God is het goede, het welgevallige en het volkomene voor je leven. Natuurlijk kan het wel eens zijn dat er dingen zijn die niet in lijn liggen met je verwachting, maar over het algemeen is de intentie altijd van God om het goede te geven. Datgene wat ook in je hart leeft. Tenzij het echt een weg is die je niet hogerop zou helpen. Maar op het moment dat je met God wandelt, dan mag je ervan uitgaan dat ook de verlangens in je hart die Gods geest daarin geeft, dat die goed zijn, dat die welgevallig zijn en volkomen. En je moet je denken daar dus in vernieuwen. Je moet dus loslaten dat daar een negatieve kant zit, maar dat alles wat God je geeft, dat goed is. En dat heeft dus heel veel te maken met die ziel. Dat hervormen daarvan. En die transformatie, die metamorfose, die vindt dus plaats op het moment dat je dus je denken van de wereld verlegt naar Christus. Dat je denken gefocust wordt op Christus. Kijk, deze tekst die laat het eigenlijk ook wel een beetje zien. Lucas 12. Kijk hoe doet dit. Ja. Lucas 12, vers 31, 32. Die zegt: wees dus in de eerste plaats bezig met het koninkrijk van God. Heb je het weer, hè? Wees daarmee bezig. Laat dat je focus zijn: het koninkrijk van God. Want daarin ligt dus echte voorspoed. Daarin ligt echt succes, goddelijke voorspoed en succes. Dan zorgt hij wel dat je al die andere dingen ook krijgt. Op het moment dat we dat als prioriteit maken in ons leven, dat koninkrijk van God, snappen hoe dat koninkrijk in elkaar zit, hoe die wetten daarin functioneren, hoe Christus daarin centraal staat. Op het moment dat je focus wordt, dan zullen al die dingen, die krijg je dan vanzelf erbij. En dan staat er, wees niet bang. Al vormen jullie maar een klein groepje. Met andere woorden, al sta je er maar alleen voor. Al is het niet mainstream dat iedereen hetzelfde roept als dat jij roept. Al vormen jullie een klein groepje. Want jullie vader is zo goed geweest zijn koninkrijk voor je open te stellen. Zie je dus, het is een smalle weg misschien. Omdat de meeste mensen, ook christenen, worden heel vaak gedirigeerd en gemanipuleerd en beïnvloed door de omstandigheden. Ze hebben dat geleerd. Maar wat God eigenlijk zegt is van, moment dat je Gods koninkrijk als hoogste prioriteit maakt, je plaatst dat op de eerste plaats, je bent daarop gericht, dan hoef je niet bang te zijn, want Gods koninkrijk is opengesteld door de Vader. We kunnen daarin functioneren, te midden van dat we in deze wereld staan. Hè? En daarom bad Jezus ook met het hoge priesterlijk gebed, Dat God niet zijn discipelen uit de wereld zou halen, maar dat hij ze erin zou laten en dat ze daarin sterk zouden zijn. Dat hij ze daarin zou behoeden en bewaren en dat ze daarin licht zouden zijn. Dus Gods intentie is niet om ons uit deze wereld te halen. Integendeel, zijn intentie is dat we hier lichtdragers zullen zijn. Hè? Zoutend zout, lichtend licht. Maar je kunt dat alleen maar geven en brengen als je het natuurlijk zelf ook hebt. Want wat je niet hebt, kun je niet geven. Daarom is het zo van belang dat we bewust worden van het koninkrijk in ons. En dat is dus die spaak van de ziel. Je psyche, je denken, je emoties. Die moet daarmee vervuld zijn. Kijk, deze tekst is ook, die dat eigenlijk ook een beetje al zegt. Psalm 37, bekende tekst natuurlijk. En die zegt in vers 4. Verlustig u in de Heere. Dus dit is iets wat je moet doen. Dat is dit spreekt over een enthousiasme, een jezelf motiveren om in de Heere te verlustigen, om daarmee bezig te zijn, om gefocust daarop te zijn. In de grondtekst staat er eigenlijk voor het woordje verlustig, maak jezelf blij. Dus dat moet je moet jezelf enthousiast maken als het ware erover. Wat me ook opviel is dat het woordje kan ook vertaald worden als wees zacht of wees teer. Dat is apart. Dus met andere woorden, wees flexibel en wees plooibaar. Dat Gods geest
je, ondanks dat je misschien daar geen zin in hebt, maar dat Gods geest je toch kan aanwakkeren om blij te zijn, om je te verlustigen in de Heere, om blij te zijn over God. Niet omdat alles goed gaat, maar omdat je God hebt. En je weet, als je hem hebt, dan kun je altijd overwinnen en je zult altijd aan het langste eind trekken, om het zo maar te zeggen. Dus wees blij in de Heere, verlustig u in de Heere. En dan komt het, dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Daar heb je het weer. Een stukje motivatie, enthousiasme, dat zit in die ziel. Want de ziel is de zetel van je begeren. Dus op het moment dat je je begeerte daarop plaatst, je focus erop, dan zul je ook zien dat je de wensen van je hart zult krijgen. Het heeft dus te maken met geestdrift, om het zo maar te zeggen. Enthousiasme. Enthousiast trouwens, dat betekent letterlijk in God zijn. Ante van in, theos, God. Dus dat zegt al dat de emotie, enthousiasme, dat wordt al gelijk getrokken als het in God zijn. Dus mensen die enthousiast zijn, die enthousiast doen, zo wil God eigenlijk dat we zijn als we in hem zijn. Dat we gemotiveerd zijn van binnenuit. Niks houdt ons meer tegen. We hebben Gods kracht in ons en we hebben een redder, we hebben een focus, er is voor ons betaald, we zijn gerechtvaardigd. Nou, al die dingen die maken al dat je enthousiast bent, want je bent in God. En dan maakt het niet meer uit wat er om je heen gebeurt. Dus die geestdrift in God, die moet je aanwakkeren. Verlustig je in de Heere en dan zal hij de wensen van je hart geven. Dat is wat hier staat. Dus het enthousiast zijn, het jezelf motiveren, is een van de sleutels om succesvol te zijn in het leven. Je ziet, dit geldt trouwens ook voor mensen die niet geloven. Als mensen ergens gepassioneerd voor zijn, ze zijn daar gedreven, zie je heel vaak dat ze gewoon slagen, dat ze succesvol zijn. Ik kijk wel eens naar die programma's van Ik Vertrek. Vind ik altijd leuk om te zien dat mensen dan naar een of ander land vertrekken en dat ze daar dan een bestaan gaan opbouwen. En veel van ze, die gaan heel erg onvoorbereid ernaartoe. Ze leren de taal niet, ze stappen er gewoon in hun auto en gaan daarheen. Maar omdat ze zo gepassioneerd zijn, ze zijn zo vol van hun geestdrift van wat ze willen gaan doen, dat je ziet, nou, tegenslag op tegenslag, dingen waarvan ik als kijker naar kijk en denk van, joh, dat had je makkelijk kunnen voorkomen als je gewoon even wat voorwerk had gedaan, even wat meer gelezen had, dan had je heel veel ellende kunnen voorkomen. Maar dan zie je, ondanks dat ze dus onvoorbereid zijn, slechte uitgangspunten hebben, tekort aan geld, weet ik veel, maar door hun enthousiasme komen ze er uiteindelijk toch. En 9 van de 10 keer gaat het goed. En het zijn vaak mensen die, zover ik dan kan beoordelen, niet eens echt met God wandelen. Maar zo krachtig is dus enthousiasme. En de Bijbel laat dus heel duidelijk zien dat je dat dus moet aanwakkeren voor jezelf. Hè? Verlustig je. Maak jezelf blij, staat er in de grondtekst. Maak jezelf blij. Dat moet jij dus doen. En dat doe je dus door je focus daar ook op Christus te houden. En dan zul je ook gaan merken dat dat gaat werken. Nou, er valt nog heel veel over te vertellen, maar omwege de tijd ga ik snel door. Maar je moet dus ook denken aan hoeveel aantrekkingskracht dat met zich mee gaat brengen. Op het moment dat je enthousiast bent, dan ga je mensen ook in vuur en vlam zetten. Hè? Dat wakkert mensen ook aan. En mensen willen ook graag met je zijn, omdat je bevlogen ben. Je bent, hè, Gods geest die drijft je en dat zal ook maken dat mensen daarin ook mee willen gaan. Je hebt gewoon meer energie, is mijn ervaring. Als je denken gefocust is, je hebt minder slaap nodig. Nou, allemaal dat soort dingen, dat zijn een uitwerking daarvan. Maar we gaan snel verder naar de volgende spaak van het wiel en dat is het lichaam, de lichamelijke spaak. Nou, tuurlijk moet je gezond eten, gezond drinken en gezond leven, niet roken, voldoende bewegen. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Maar ook hiervoor geldt weer, toch wel weer de tekst die we net lazen over 3 Johannes 2, hè, van dat jouw ziel bepaalt ook je gezondheid. Met andere woorden, daarom zegt Paulus ook van, oefening van het lichaam heeft weinig nut. Wat hij daarmee wil zeggen is niet zozeer dat het onnuttig is, maar het heeft weinig nut. Wat hij eigenlijk zegt is dat je ziel belangrijker is voor je gezondheid dan je lichaam. Je kunt bij wijze van spreken elke dag naar de sportschool gaan. Je kunt elke dag groente eten.
Allemaal dingen die gezond zijn, niet roken, bewegen, alles erin. Maar als je ziel niet gezond is, met andere woorden, je zit nog vol met haat naar iemand toe, of je denken is heel gedeprimeerd, heel zwartgallig, terwijl je op die loopband staat in de sportschool en je denken is continu bezig met wat mensen je hebben aangedaan, het heeft geen effect. Die ziel is veel belangrijker dan dat lichamelijke. Ik doe geen pleidooi om maar te eten wat je kunt eten en nooit te bewegen. Maar op het moment dat je gaat begrijpen dat je ziel belangrijker is dan je lichamelijke oefening, dan weet je ook waar je de nadruk moet leggen. En kijk, Jezus zei niet voor niets van, niet wat je mond in het gaat maakt je onrein, maar wat uit je denken voortkomt, wat uit je mond komt, uit je denken voortkomt, dat maakt je onrein, dat maakt je ziek. Dus lichamelijk kan ik eigenlijk kort over zijn, dat heeft veel meer, toch weer ook weer te maken met je denken. En uiteraard moet je voldoende slapen en een beetje common sense heb je wel nodig. Maar daar ligt niet de nadruk. Kijk, ik heb er een paar teksten bij hoor. Neem bijvoorbeeld deze tekst, 1 Petrus 2, vers 24. Er staat, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonde afgestorven door de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen. Ook hierin zie je weer dat de focus is op Christus. Het kruis, volbrachte werk. Dat maakt genezing, dat genezing in handbereik komt. En veel minder van eet gezond en eet dit en doe dit en zo. Het volbrachte werk van Christus aan het kruis houdt, dat door zijn striemen is ons genezing geworden. Je ziet het ook met deze tekst, dat de nadruk, Jacobus 5, vers 16, beleid daarom elkander uw zonde en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Ook hierin zie je weer dat het dus genezing veel meer gekoppeld wordt aan die zielskant. Heb je je zonde beleden? Ben je eerlijk geweest? Heb je dingen los kunnen laten? Heb je je vernederd? Ben je tot berouw gekomen? Al dat soort dingen heb je los kunnen laten. Want dat is eigenlijk wat hier staat. Hè? Op het moment dat je iets beleidt, dan trek je het open. Dan komt er licht en dan kan je dingen ook laten en loslaten. Bid voor elkaar uiteraard. Opdat je genezing ontvangt. Dus ook hierin zie je dat gezond lichaam heeft a priori toch veel meer te maken met die aspecten dan met alleen maar dat lichaam trainen en goed voeden. Of gewoon je dat moet doen. Maar daar moet je niet de meeste gezondheid van verwachten. Nou, even kijken. We gaan snel verder. Gezien de tijd ook, de spaak van relaties, relationele spaak. Mensen die slecht in relaties zijn, hebben ook een probleem. Je kunt niet gelukkig, je kunt niet succesvol zijn als je geen goede relaties weet te onderhouden. Sterker nog, het merendeel, ik ga even terug naar dat plaatje van die boom, hier zo. Als je kijkt naar deze aspecten, relationeel, lichamelijk, financieel, carrière, enzovoort, enzovoort. Bijna alle aspecten hebben direct verband met je relaties. Ik noem maar wat, financiën heeft te maken met hoe je in relaties wandelt. Ik bedoel, wil je voorspoedig zijn in financiën, dan zul je ook goede relaties op na moeten houden op je werk. Anders word je ontslagen. Wil je promotie maken, dan zul je een goede relatie moeten hebben met je baas. En nou ja, noem maar op. Dus al die aspecten die je ziet, die hebben allemaal direct of indirect ook wel te maken weer met relaties. Dus relaties is enorm van belang. Mensen. Daarom heeft God ons sociale wezens gemaakt. Dat we met mensen moeten omgaan. Soms dan kun je balen van mensen. En dan denk je van, was ik maar alleen op een onbewoond eiland. Maar dat zal je geen goed doen. Want studies laten heel duidelijk zien dat we wegkwijnen als we niet met mensen omgaan. Hoe vervelend mensen soms ook kunnen zijn. Maar daarin moeten wij dus ook groeien. Zodat je ook kunt blijven geven. En dat je weet hoe je gevoed kan worden. En dat je dus niet uitgemergeld raakt. Omdat mensen maar uit je trekken en uit je halen. Dus je moet dat op een goede manier kunnen doen. Nou, een van de dingen die hier dus heel belangrijk is a priori, waar ga je mee om? Want waar je mee omgaat, word je mee besmet.
Je moet dus weten met wie je omgaat om gevoed te kunnen worden. Je moet dus weten waar je opgebouwd wordt, zodat je als je met mensen omgaat die het nodig hebben, die jou niet voeden, dat je dan niet dusdanig uitgeput en leeg raakt dat je niks meer kan. Dus daarom zegt de Bijbel ook, hè, ik heb hier een tekst, even kijken, 1 Korinthe 15, vers 33. Dan staat het weer, misleid jezelf nou niet, hou jezelf niet voor de gek, slechte omgang bederft goede zeden. Met andere woorden, kies je relaties met beleid. Weet met wie je omgaat, weet door wie je beïnvloed wordt. Want dat kan dus zelfs goede zeden bij je om doen slaan. Dingen die kunnen je negatief maken. Je ziet ook bij Jezus trouwens. Jezus was ook vrij selectief in met wie hij omging. Hij was natuurlijk voor iedereen beschikbaar en iedereen kon een beroep op hem doen. Maar je ziet dat hij elke keer ervoor koos om zich terug te trekken. A priori met zijn vader, de relatie met zijn vader. Maar je ziet ook zelfs met zijn discipelen dat hij een scheiding aanbracht. Je ziet dat hij veel intensiever omging met Jacobus, Johannes en Petrus. Terwijl de rest van de discipelen was wat minder. Je ziet ook dat bij Jezus dat wanneer het er echt op aankwam, als dingen cruciaal werden, zoals bijvoorbeeld iemand uit de dood opwekken, dan vroeg hij nooit alle discipelen om mee te komen. Dan vroeg hij alleen maar om Johannes, Jacobus en Petrus om mee te gaan. Omdat hij wist van deze mannen, die zijn al zo ver dat ze me daarin kunnen steunen. Want er is geloof voor nodig. Ze kunnen een atmosfeer van geloof vrijzetten. Dus dit is ook zo van belang dat je dus ook kijkt met wie ga je om. Zodat je opgebouwd wordt. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus a priori, neem veel tijd met God de Vader. Want daar word je opgebouwd. En kies ook je mensen die je opbouwen, waarin je ook Gods vrucht terugziet. Gods karakter terug kan vinden. Psalm 1 zegt het ook, hè? Bekende psalm, Psalm 1, even kijken, hier zo heb ik hem. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, nog zit in de kring der spotters. Met andere woorden, je bent gelukkig als je je relaties goed kiest. Weet met wie je omgaat en dan zul je ook zien dat je die spaak van de relaties steviger maakt, waardoor dat wiel, dat levenswiel, ook stabieler wordt en waardoor je er ook alles aan kunt. Wat voor relaties trouwens heel erg belangrijk is, mensen zijn gemaakt door God om te leven vanuit liefde. Dus wil je je relatie sterk maken, dan zul je dat altijd moeten doen met liefde. Liefde zal maken dat relaties hechter worden. Liefde heeft niet zozeer te maken met een gevoel. Liefde heeft veel meer te maken met een besluit. Een toewijding. Dat is echte liefde. Agape-liefde is onvoorwaardelijk. Menselijke liefde, hè, eros of philia, dat is voorwaardelijk. En dat is meer wat je voelt en wat je ervaart en wat je ziet en wat je van de anderen terugkrijgt. Maar agape-liefde, die commit zichzelf. Die zegt gewoon van, ik hou van jou, ik kies voor jou, ik ben er voor je, wat er ook gebeurt. Al stel je mij teleur, ik kies nog steeds voor je. En die liefde zal maken dat je relaties altijd sterker worden. Want elk mens heeft behoefte aan liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Zelfs mensen die je afwijzen, je zult zien als je liefde blijft geven, zullen ze op een gegeven moment bijdraaien en zullen ze het accepteren. Dus God wil ons daar ook in trainen dat we gaan groeien in agape-liefde. Is makkelijker gezegd dan gedaan, spreek ik uit eigen ervaring, maar dit is wel waar we naartoe moeten. Willen we als zonen Gods ook werkelijk openbaar worden? En relaties zullen daar dus ook in belangrijk zijn, want we gaan deze wereld alleen maar veranderen als we met elkaar in relatie staan en ongeacht onze verschillen en dergelijke. Vandaar ik ook met het Harvest Global Network bezig ben om zoveel mogelijk gezalfde zonen Gods, mensen die volwassen zijn geworden in Christus, om met elkaar in verbinding te brengen, zodat werkelijk dat licht van Christus over deze wereld zichtbaar gaat worden. Oké, de volgende spaak. Financiële spaak. Ook een belangrijke. Ik heb gezien in mensenlevens, mensen die ik mocht begeleiden, dat als financiën niet op orde zijn, als mensen daar slecht mee omgaan, hoeveel ellende dat teweeg kan brengen.
los van het feit dat je misschien dingen kwijtraakt, dat je uit je huis moet, zie ik ook vaak dat relaties daardoor ook verbreken. Mensen, huwelijken die kapot gaan omdat financiën niet op orde waren. En dus financiën is een heel belangrijk begrip. En de Bijbel weet dat. En daarom zie je ook dat, dat de meeste teksten in de Bijbel gaan over geld. Gaan over financiën, gek genoeg. Ik heb het eventjes opgezocht. De teksten over geloof, dat zijn er 218. De teksten over redding, 215. En de teksten over geld, financiën, rentmeesterschap, alles wat ermee samenhangt, 2084. Dus de Bijbel spreekt veel meer over geld, over financiën, dan over al die andere zaken waarvan wij denken dat die belangrijker zijn. Maar blijkbaar weet God hoe belangrijk geld is en financiën, dat hij daarom daar ook zoveel in zijn woord over zegt. Nou, financiën, geld, praten over geld in de kerk wordt vaak een beetje raar ervaren, manipulatief. En wat je nou altijd hoort is wat ze uit deze tekst halen. En dat is dat geld is de wortel van alle kwaad. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is, want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Oftewel liefde voor geld. Oftewel je hart, je ziel. Als je ziel gericht is op geld, je denken, je focus is op geld, je liefde is voor geld en niet naar God, ja, dan wordt het een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Dus hier gaat het ook weer om dat denken, om die ziel. Is je denken, je emoties, je wil, je begeerte, is dat gericht op geld, ja, dan zal dat kwaad voortbrengen. Maar geld op zich is niks anders dan een middel. Het is eigenlijk onzijdig. Het is geen plus of minpunt. Het is het hart dat bepaalt of het wel goed is of slecht is. Geld zou je dus eigenlijk kunnen zien als een chameleon. Hij neemt de kleur aan van je hart. Ik zeg altijd, geld is als een versterker. Als iemand vol is, zijn begeerte, zijn ziel, zijn denken, alles, zijn emoties gaat uit naar bijvoorbeeld muziek. Altijd met muziek bezig. Als je zo'n persoon meer geld geeft, dan zal die nog meer muziek gaan maken, nog meer instrumenten kopen, nog meer met muziek bezig zijn. Het geldt ook voor iemand die bijvoorbeeld altijd met criminele zaken bezig is, die altijd bezig is om te stelen, altijd bezig is om mensen afhandig te maken, weet ik veel. Geef je zo iemand nog meer geld, dan zal die nog meer doen. Met andere woorden, het versterkt datgene wat al in je ziel is, wat al in je hart is, dat wordt versterkt door geld. Dus geld is veel meer een versterker. Geld is ook een tester. Geld test eigenlijk. Geld laat zien waar je staat in het leven. En daarom geloof ik ook dat God daar zoveel aandacht aan besteedt in het woord. Omdat het hart van de mens blootlegt. Je kunt zien aan de manier waarop mensen met hun geld omgaan, waar hun hart werkelijk ligt. Mensen, ik zie het in de gemeentes ook, mensen kunnen van alles doen, maar op het moment dat je aan hun geld komt, op het moment dat je zegt van joh, geef je tiende, geef het aan de Heren, dan zie je opeens dat, en dan weet je eigenlijk al waar hun hart echt ligt. En laten we het woord van God er even op naslaan. Neem bijvoorbeeld deze tekst, Lucas 16, vers 10 en 11. Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is ook in het grote betrouwbaar. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, zal het ook in het grote zijn. Als u niet eens eerlijk met geld omgaat, wie zal u dan het ware rijkdom toevertrouwen? Zie je dus, de Bijbel geeft heel duidelijk aan dat geld is een tester. Geld, dat kleine beetje wat je hebt, God kijkt, hoe ga je daarmee om? Soms komen mensen naar me toe en zeggen, pastor, zodra ik meer geld heb, dan ga ik geven. Dan zeg ik altijd tegen je, dat ga je niet doen. Want dat kleine beetje wat je nu hebt, kun je al niet geven. Laat staan, als je duizenden of miljoenen hebt, dan ga je dat zeker niet doen, want het is nog veel meer. Dus het heeft alles te maken met hoe ga je met geld om. En dat is een test van je hart, als het ware. Op het moment dat je je vasthoudt aan geld, uit angst of uit liefde, weet ik veel wat de motivatie is, op dat moment schakel je eigenlijk geloof en vertrouwen naar God uit. Want je vertrouwt op je geld. Om dat vast te houden, dan heb je je toekomst verzekerd. Terwijl God wil dat we hem
geloven en op hem vasthouden. Dat we van hem verwachten. Toen God mij meer dan 20 jaar geleden riep en dat zei van... neem ontslag, verlaat je baan, verlaat je riante salaris, ga voor mij werken, ik zal voor je zorgen. Dan je verstand zegt van, kan dit wel? Eigenlijk is het raar, want God, alles is onder zijn controle. Hij houdt hemel en aarde houdt hij in zijn handen. De Bijbel zegt dat het universum is als in de palm van zijn hand. Zo groot is hij. En dan toch twijfel je als God zegt van, ik ga voor je zorgen. Dat is het menselijke beperkte denken. Maar ik heb gehoorzaamd en ik het heb gedaan. En ik ben nu 21 jaar verder en ik heb gezien dat God zo gezegend heeft. En hij heeft dwars door de normale menselijke logica heeft hij altijd kunnen voorzien. Dus het werkt echt, maar het heeft dus heel veel te maken van waar ben je op gefocust? Waar zit je hart op? En kun je betrouwbaar zijn in de kleine dingen? En ik wil jullie ook aanroepen, aanmoedigen van wees daar trouw in. Verzaak tiende niet. Want dit is een test. Want hoe gaat hij je over grotere dingen stellen als je zelfs in die kleine dingen niet gehoorzaam kunt zijn? Betrouwbaar kunt zijn? Kijk deze tekst. Prediker 10. Vers 19b neem ik eventjes. En er staat, geld verantwoordt alles. Met andere woorden, geld is een verantwoording van je leven. En dat klopt ook, want het geld wat je hebt op je bank in je portemonnee, dat heb je verkregen doordat je daar tijd en energie in hebt gestoken. Je hebt jezelf opgeleid, je bent naar school gegaan, je hebt gestudeerd, je hebt van alles gedaan. Uiteindelijk ben je gaan werken, afhankelijk van je diploma's heb je een bepaalde functie gekregen en daar ga je naartoe en dus inspanning leveren, van alles en nog wat doen. En dat maakt waardoor je dus geld hebt gekregen. Dus op het moment dat je je offer brengt, op het moment dat je je tiende brengt, dan breng je niet een briefje of een stukje munt. Nee, dan breng je een deel van jezelf. En daarom zegt de Bijbel, geld verantwoordt alles. Dus het moment dat je, en daarom is het zo van belang dat je God daarin eert. Want op het moment dat je je tiende brengt, je eersteling, dan geef je God de eer. Je bedankt hem als het ware voor dat hij je in staat heeft gesteld om geld te kunnen verwerven, om geld tot je te laten komen. Want doordat je gezond bent, doordat je een opleiding hebt kunnen volgen, dat is allemaal zegen van de Heere. En daarin kun je dus God ook eren. Het is zo van belang om dat te begrijpen, om daarin te wandelen. En dan zul je dus zien dat als je dat doet, dat die zegen die daar tegenover staat, wat we net lazen, hè, dat die je dan over meer kan stellen, omdat je bent betrouwbaar gebleken. Want je bent tot je doel gekomen, je bent voorspoedig, je bent succesvol. Want God wil ons rijk maken, niet om lekker rijk te zijn, maar zodat we tot zegen kunnen zijn voor andere mensen. Ik zal dat straks nog even laten zien in een tekst. Even kijken hoor. Heb ik die hier? Even kijken hoor. Dit wil ik er dan nog even over zeggen. Heb ik die? Nee, die heb ik niet. Oh. Nou, zoeken. Ik heb niet alles op de slide, maar schrijf het even op. Deuteronomium 8, vers 18 bijvoorbeeld. Daar staat, maar gij zult aan de Heere uw God denken, want hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Zie je? Ten einde het verbond gestand te doen, dat hij uw vader gezworen heeft zoals het heden het geval is. Dus ook hierin zie je weer dat God de kracht geeft om vermogen te verwerven. En daarin moet je dus aan hem denken. En daarmee eer je God door je tiende en je offers te brengen. Prediker 5 vers 19, die heb ik ook niet op de slide, maar dat kan je ook opzoeken. Er staat, ook ieder mens... Even kijken hoor. Ook ieder mens aan wie God rijkdom en schatten geeft en die hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen, is een gave van God. Dus je rijkdom is door God gegeven. En daarin wil je dus God ook eren. Wil je hem dus ook vereren door je rijkdom. Nou, er zijn heel veel teksten over... deel staat ook wel in de handout die je krijgt. Omwille van de tijd ga ik dat ook niet allemaal langslopen. Ik wil eventjes inzoomen op twee aspecten. De Bijbel leert ons dat we hebben tiende.
We hebben offers, we hebben eerstelingen en we hebben de heffingen, zeg maar. Nou, de heffingen en de eerstelingen, laat ik even voor wat het is, dat voert allemaal te ver. Maar de tiende en de offers wil ik het wel even over hebben. Ik hoor heel vaak mensen zeggen van ja, tiende dat is oud-testamentisch en dat hoeft niet meer. Sinds Jezus is gekomen, Nieuwe Testament, dan weet je wel. Maar ik denk dat dat toch wel wat genuanceerder ligt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Genesis 14, hoef je niet op te zoeken, maar schrijf het even op, Genesis 14, dan zie je op een gegeven moment dat Abraham die heeft een oorlog gewonnen van vier koningen. En hij heeft die buiten, heeft een ontmoeting met Melchizedek. En Melchizedek is de koning van Salem. En die bracht hem brood en wijn. Dus brood en wijn staat voor een verbond. Dus Melchizedek, de koning van Shalom, wat we later zullen zien in Hebreeën, zullen we straks die tekst even bijhalen. Dat is Jezus zelf. En hij sluit dat verbond, brood en wijn, met Abraham. En hij zegent hem. En dan zie je dat vervolgens Abraham hem de tiende geeft van alle buit, van alles wat hij heeft. Dit is nog ver voordat Mozes op de proppen kwam. Dit is dus nog ver voor de wet. Dus je ziet dat de tiende was er al voor de wet. Je ziet de tiende tijdens de wet. Je ziet de tiende tijdens het leven van Jezus. En je ziet de tiende ook na Jezus. Dus dit principe is zo van belang. En het verbaast me hoe vaak kinderen gods hieraan voorbij gaan. En dat heeft alles te maken met angst. Omdat ze bang zijn dat ze dan dingen kwijtraken. Terwijl, ik liet al voor de pauze zien, de belangrijkste wetmatigheid die Jezus ons leerde is de wet van zaaien en oogst. En als je dit serieus neemt, zul je zien dat je leven ook volledig gaat veranderen. Dat succes, die voorspoed, ook steeds meer manifest gaat worden in je leven. Nou, laten we het bij opzoeken. Hebreeën 7 is dat. Ja, Hebreeën 7. Vers 1 tot 10. En er staat het. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende. Zie je dus, hij zegende hem eerst. Het is dus andersom. Het is niet van ik geef mijn tiende en dan word ik gezegend. Nee, ik geef mijn tiende omdat ik gezegend ben. Dat is het groot verschil. En dan staat er aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is voor eerst volgens de uitlegging van zijn naam koning der gerechtigheid. Nou, wie is dat? Jezus. Vervolgens ook koning van Salem, van Shalom, de vredevorst. Dat is koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Dus het gaat over Christus zelf. Merk dan op hoe groot deze is aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Zie je dus niet zomaar een tiende, het eerste deel, het beste deel. Nou, dan zie je dus, even kijken, de volgende slide. Waar zit ik? En er staat er, nu hebben zij die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tiende te heffen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen. Dus wat je hier eigenlijk al ziet, is dat hij laat zien van, die wet, hè, de levieten die leefden volgens de wet en die moesten de tiende innen, dat die uit Abraham zijn voortgekomen. Dus Abraham was er al, terwijl hij de tiende gaf en die wet met alles wat ermee samenkwam daar pas na. En dan staat er, maar hij die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft van Abraham tiende genomen en een zegen gegeven aan de drager der beloften. Nu is het onwedersprekelijk dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tiende, doch daar iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi die tiende heft door Abraham aan het tiendrecht van een ander onderworpen. Want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet kwam. Dus wat je hier al ziet, is heel duidelijk dat het tiende principe is al voor de wet, tijdens de wet en ook na de wet. Want die
Melchizedek, Jezus is voor, na, hij is altijd geweest. Dus hem eren met die tiende, dat is een universele wetmatigheid. En op het moment dat je dat gaat begrijpen, dan kan je ook niet meer gemanipuleerd worden. Want veel mensen denken dat als er over tiende wordt gesproken in kerken, dat kerkleiders op je geld uit zijn. Nou, dat zal best dat er sommigen misbruik van maken, maar daar kijkt God niet naar. God kijkt naar je hart. Denk aan dat verhaal bij de tempel, dat iedereen kwam zijn geld brengen in de offerkist. En dan komt op een gegeven moment die arme weduwe en die legt maar twee muntjes, twee koperen centjes in dat ding. En dan roept Jezus zijn discipelen, zegt: jongens, kom kijken. Deze vrouw heeft het meeste gegeven. En die discipelen denken: hoe kom je daar nou bij? Ik heb mensen met verschrikkelijk veel geld zien strooien. En dan ga je me zeggen dat die twee koperen munten meer zijn. Maar dan zegt Jezus het volgende. Zegt: die anderen gaven uit hun overvloed wat ze konden missen. Maar zij heeft alles gegeven. Dus je ziet ook weer, het gaat weer om het hartsgesteldheid. Wat is je focus? Wie wil je de hoogste eer geven? Nou, en daar gaat het om. En op het moment dat je dat doet, dan merkt God dat op. En dan gaan die principes, die gaan dan ook werken. Even kijken. Dus dit is waar je dat dus al in ziet, hè? Jezus zelf bijvoorbeeld. Die zei ook, hè, op een gegeven moment had hij dat conflict met de Farizeeërs. En dan zegt hij tegen die Farizeeërs: jullie geven uiterst precies je tiende, maar je liefde naar je familie, dat verzaak je, even in mijn eigen woorden. Maar dan zegt hij ook van: je moet beide doen. Je moet het ene niet nalaten en het andere doen. Je moet beide doen. Met andere woorden, ook Jezus onderschrijft het belang van je tiende brengen en van je offers. Nou, offers, dat is datgene wat je boven je tiende brengt. Dus dat is eigenlijk ja, wat God je zegt om te doen. Je zet dat er nog bovenop. Hier valt zoveel over te zeggen. Dus voor degenen die echt geïnteresseerd zijn, dan zou ik zeggen, dat moeten we in een keer in een apart onderwijs dan maar eens doen. Maar je ziet bijvoorbeeld wel, en daar zie je ook dat principe terugkomen. Even kijken, heb ik die tekst? Ja, die heb ik. 2 Korinthe 9, vers 6. En daar staat het volgende: onthoud dit goed. Hè? Dit is een aanbeveling, onthoud dit goed. Wie niet veel geeft, zal ook niet veel ontvangen. Dat is een wetmatigheid. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten. Maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Dit zijn de beloften van God. En als je die serieus neemt, dan zal je zien dat het ook zo werkt. Soms moet je erop wachten, maar het zal zeker gebeuren. Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dus ook hierin zie je dat het niet een plichtpleging is. Dit moet je zelf bedenken. Alleen de mensen die het begrepen hebben, die zullen hier gewoon goed gebruik van maken. Dwing dus niemand om iets te geven, want dan doet hij dat met tegenzin. En God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. Hè? En dat is logisch. Ik bedoel, als iemand mij een cadeau geeft, maar die zegt van: nou, eigenlijk kan ik het niet missen. En ik wil het je eigenlijk niet geven, want ik heb nog zoveel andere dingen die ik moet halen. Nou, dan zeg je, wat zeg je dan? Dan zeg je: nou, hou je cadeau. Dat wil je niet eens ontvangen. Nou, is met God ook zo. God zit niet te wachten op dat klein beetje geld van ons. Maar hij kijkt naar ons hart. En met dat weinige wat we hebben, willen we hem eren en willen we hem bedanken. Daar houdt God van, hè, staat er. Hij houdt ervan dat je met een blij hart geeft. God geeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen alles zelf kunt krijgen wat nodig is. Zie je, dus het gaat er niet alleen om zelf rijk te worden en voorspoedig, maar dat je ook royaal met anderen kunt delen. Uiteindelijk is dat het ultieme doel, dat je kunt zegenen. Maar als je nu al met het kleine wat je hebt niet kunt loslaten, niet kunt geven, dan zal God je ook niet meer geven, want dat ga je ook voor jezelf houden. Maar op het moment dat je nu al laat zien dat je met het kleine kunt uitdelen en kunt geven, dan word je meer toevertrouwd, zodat je tot meer zegen kunt zijn voor meerdere mensen. Nou, er valt nog veel over te zeggen. Maar ik zie dat we dat ik niet zoveel tijd meer heb. Dus ik ga een paar dingen even overslaan. Nou ja, waar moet het allemaal naarartoe? Waar breng je je tiende? Waar breng je je offers? De Bijbel geeft er een aantal plekken voor. Je plaatselijke gemeente, daar waar je deel uitmaakt van je gemeente.
Malachi 3 kan je dat onder andere lezen. Hè? Dat je de tiende brengt naar de voorraadkamer. Dat er spijzen zijn in mijn huis. God roept ons ook echt om te beproeven. Dus test me maar uit, zegt hij. Probeer het maar eens. Dan zal je zien dat ik werkelijk ook de hemelsvensters open. Nou, er zijn heel veel teksten die dat laten zien. Teksten die laten ook zien dat je het kunt brengen naar bedieningen. Dus niet zozeer je eigen kerk, maar andere organisaties, andere delen van het lichaam waarin mensen bezig zijn. Bijvoorbeeld in Filippenzen 4, vers 15 kun je dat lezen. Er staat, gij weet zelf ook wel, Filippenzen, in het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok, heeft geen enkele gemeente mij in rekening van de uitgaven en ontvangst gestaan dan gij alleen. Zie je, dus de bediening van Paulus, die werd ondersteund door de Filippenzen. Dus dat, daar kun je dus ook aan geven. De Bijbel leert dat je tiende kunt geven, je geld kunt, je offers kunt brengen, ook naar waar je lering ontvangt. Mensen die je onderwijs geven. Galaten 6 vers 6 zegt dat onder andere. En hij die onderricht wordt in het woord, delen van al het goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dus word je geïnspireerd door een preek van iemand die niet zozeer in je kerk zit. En God spreekt tot je, dan kun je dat dus ook doen. Nou, even kijken hoor. We hebben nog twee spaken te doen, dus ik wil even kijken of jullie alle vragen ook kunnen beantwoorden. Ja, even een paar praktische dingen, want in deze tijd van corona vind ik dat ook wel belangrijk om even te noemen. Mensen struggelen best wel met hun financiën, zie ik. En een van de dingen die zo belangrijk is, is zelfbeheersing. Dat je gaat budgetteren, dat je goed omgaat met je geld. Dat je niet alles maar koopt wat je wil, maar dat je daar ook wijsheid in gebruikt. Dat je je tiende geeft, dat je trouw bent in het kleine, dat je offers brengt. Dat zijn allemaal van die principes die van belang zijn, zodat je losstaat van het geld en dat God je daar ook meer kan toevertrouwen. Dus het is heel belangrijk om te doen. Nou, de spaak van carrière, doelen bereiken, die had ik ook al spaak. En dat heeft alles te maken van het plan dat God voor je leven heeft, dat je daarin wandelt. Herken je je plan van God in je leven? Als je het nog niet herkent, ga het te raden bij God. Ga kijken van, en God zal heel duidelijk laten zien waar je voor geboren bent. Wat zijn plan met je leven is, zijn doel met je leven. Zodat je ook alle ballast kunt afgooien. Een beetje wat Paulus zegt, hè, dat hij werpt alle ballast en hij strijdt en hij rent voor die roeping Gods. Hij weet waar hij voor geroepen is. Nou, dat is van belang om te doen, dat je weet waar je voor geboren bent. Doordat ik weet waar ik voor geboren ben, kan ik ook heel veel zijpaden kan ik afslaan. Want er komt zoveel op je af. Dit lijkt wel interessant, dat lijkt wel interessant. Maar die kan ik gewoon afslaan, omdat ik weet, nee, daar ben ik niet voor geboren. En zo geldt het voor ieder ander. Dus het is zo van belang om die spaak ook sterk te maken. En dat je niet van heen en weer wordt geslagen door allerlei dingen die op je weg komen. Hè, dus doe dat. 1 Korinthe 3 vers 9 gaat er onder andere over dat we medewerkers zijn met God om zijn doelen te realiseren. Hè? Dus God heeft ieder mens in zijn plan vervat. En dat is de verlossing van deze wereld, openbaar worden van het koninkrijk van God over deze wereld. Nou, heel snel nog even. Even kijken. Was dit de laatste spraak? Ja, dit was de laatste spraak, carrière. Ja, oké, tot slot heel nog eventjes. Waar begin je, praktisch? Je begint door een plan te maken. Doelen te stellen. Allemaal tegen de achtergrond van wat je vandaag gehoord hebt. Dat je voor jezelf gaat opschrijven, wat wil ik met mijn leven? Dat je God, als je nog niet weet wat je wil, dat je God vraagt van, hè, wat is het plan? Maar dat je je focus maakt. In de wetenschap dat God voor je is en niet tegen is. Dat God wil dat je succesvol zult zijn en voorspoedig zult zijn. Dus je maakt een plan, een strategie. En dat is logisch. Zo heeft God het ook gemaakt. Als je zelfs een simpel ding als een, ik noem maar wat, een hondenhok gaat bouwen, dan ga je ook niet zomaar beginnen. Dan denk je ook even na, hoe groot wil ik het? Wat heb ik allemaal nodig voordat je begint? Nou, dat geldt voor je leven helemaal. Je moet voor jezelf gaan zitten en gaan denken, samen met Gods geest, van wat wil ik bereiken? Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? En dat plan,
dat ga je vervolgens uitvoeren. Je gaat daar uitvoering aan geven. Je gaat een strategie ontwikkelen. En God gaat je stap voor stap laten zien hoe je dat kunt verwezenlijken. Omdat dat al voor je geboorte al vast lag. Het is nu meer een kwestie van het gaan herkennen, snappen en kennis van krijgen, bewust worden daarvan. Ik las een onderzoek van een zekere David Jensen. En hij zegt van dat mensen die een duidelijk levensplan hebben, een duidelijk doel voor ogen hebben, die schoppen het altijd verder dan mensen die geen doel hebben. En hij zegt, het maakt niet uit op welk gebied. Als je bijvoorbeeld als crimineel heel duidelijk een doel voor ogen hebt wat je wil bereiken in de criminele circuit, doe je het beter als andere criminelen. Als je als arts heel duidelijk voor ogen hebt wat je wil bereiken op het medische gebied, dan doe je het beter als een arts die dat niet heeft. Dus het geldt voor alles. Het is een wetmatigheid door die doelen te stellen. Bij Jezus zie je het ook. Jezus wist waar hij voor geboren was, waar hij op aarde was. En daardoor kon hij niet worden afgeleid. Zelfs toen zijn eigen familie, zijn eigen moeder en zijn broers tegen hem zeiden van, ga niet naar Jeruzalem. En wat zegt de Bijbel? Jezus, die maakte zijn gezicht hard. Met andere woorden, hij liet zich daar niet van afleiden. Want hij wist, ik moet sterven aan het kruis. Ik moet naar Jeruzalem. En dat kon hij dus doen omdat hij zijn doelen gesteld had. Hij was gecommitteerd aan de roeping van God over zijn leven. En datzelfde geldt dus ook voor ons. Als laatste tekst, ik heb hem niet op de slide, maar schrijf hem op, Hebreeën 10 vers 36. En dat zegt van dat je vasthoudendheid, doorzettingsvermogen nodig hebt om de belofte van God in je leven gerealiseerd te zien. Dus wees daarop gefocust. En dan zul je zien dat als je dat doet, als je volledig daarop focust, dat het ook werkelijk realiteit gaat worden in alle facetten. En dan zul je dus ook merken dat een leven, een leven van goddelijke voorspoed en succes, dat is gegarandeerd. Want God wil dat we voorspoedig zijn en dat we tot zegen zullen zijn voor heel veel mensen om ons heen. Ja, ik zie dat het tijd is, dus ik ga het ook hierbij laten. Ik denk dat heel veel dingen ook nog wel in de handout terug te vinden zijn. Mocht je hier nog vragen over hebben, laat het ons weten. Dan zal ik kijken of ik daar ook nog meer antwoorden op kan geven of meer inzicht in kan geven. Ik denk dat dit voor nu wel even voldoende is. Even kijken, heb ik alles goed behandeld wat ik moest behandelen? Ja. Oké. Nou, ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Ik hoop dat het je inspireert. En dat je ook werkelijk ook dat mocht gaan zien in je leven. Die goddelijke voorspoed, dat goddelijke succes. Dat van binnen naar buiten werkt. Vol van blijdschap, vol van liefde en vol van vrede. Amen. Oké. God Amen. Bless you all. God zegen. Ja, ik heb de bestandjes ook even in de chat gegooid. Okay. Dus voor wie het nu wil hebben. En het wordt ook nog uiteraard nagedacht. Nou, ja, gaan we dat ook nog doen. Dit was de basiscursus. Jullie hebben het volgehouden. Gefeliciteerd. jullie krijgen dus nog het een en ander nagestuurd. En dan, ik denk over 2 maanden, ik wil iedereen een beetje de tijd geven om nog de huiswerkvragen te kunnen maken. En dan zullen we na 2 maandjes, denk ik ongeveer, het nagekeken werk, dat zullen we dan bespreken. En voor degene die het met een goed gevolg hebben afgerond, die krijgen dan ook nog een certificaat. Ja? Oké. Rest mij om jullie God zegen te wensen en tot de volgende keer. Hè? Ja, dankjewel. Doei, doei. Dankjewel. Heel erg bedankt. Graag gedaan.